Welkom bij Inksmijters, de tattoo podcast van Nederland. We gaan het hebben over alles wat met tatoeëren te maken heeft. Wil je dit niet missen? Abonneer je dan op Inksmijters, de podcast. Dat is mijn geboortecertificaat. Dat is zomers. Hij heeft gehoord. Ik heb een keer weddenschap gedaan met z'n twee. Zijn die dat? Nee, dat geloof ik echt niet. Ja. Zo is dat handtapping sowieso als je de vingers doet, hè, beter. Hè? Gewoon op de vingers handtappen. Ja, ik vind het echt mooi. Maar ja. Ik heb het ook op mijn hoofd in Thailand laten doen, achterop. Dat was ook echt tof, man. Met zo'n speer zo. Oh ja? Zit er ook nog mooi in. Was dat de bamboe? Nee, maar echt zo'n ijzeren speer, man. En gewoon één bak met inkt en een doek met alcohol. Precies. De inkt is even een mooi voorbeeld. Maar het is een Europees besluit geweest. Ja, dat heeft dan allemaal protocollen doorlopen waar bijna niemand wat van heeft gehoord. Ja. En ineens krijgen we op 17 september een brief op de mat. Precies. Waarin wordt gezegd van over 3 maanden moeten jullie helemaal proof zijn. Nou, dat is sowieso voor geen één bedrijf, in welke branche dan ook, fatsoenlijk te doen. Nou, welkom bij een nieuwe uitzending van Inksmijters, de Tattoo Podcast. Vandaag Ben Saunders. Yeah. Hey. En nou, daar heb je het. Nou, zeg maar. Saul Mastaboon. 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 Digi mannen. Nee, welkom mannen. Laten we eerst even een poosje doen. Hatsje, daar gaan we. Goed zien, jongens. Yeah. Yeah. Proost. Hoi hier, man. We made it. Jazeker. Leuk dat jullie er zijn. Ja, en, zeker. Wij vinden het ook heel leuk. Ja, dat scheelt. Ja. We hebben weer een mooi borrelplankje van Bels erbij zitten. Dus we kunnen ook gewoon weer aanvreten. Biertjes zijn er ook weer bij. Yeah. Ja, zit er goed uit. Bij? Ja? Zit er varkensvlees tussen? Waarschijnlijk voor jou wel. Verrassing. Hey Ben. Yo. Goedenavond. En hoe is het met je, man? Ja, goed. Je bent een beetje, was je van de aardbodem verdwenen? Jawel. Tenminste. Deed ik ook wel een beetje expres, hoor. Moest even weer opladen en tot mezelf komen en ik ben er weer helemaal. Dus, Oké. Okay. Ja, want eerst zag je je overal en in één keer was het weer... Ja, waren wat dingen voorgevallen en ik had gewoon even geen zin. Tenminste, ik kon niet meer met mensen omgaan, zeg maar. Dus, telefoon weg. En dat ik thuis bij de kinderen blijven. Ja. Niet drinken. En, Maar is dat echt een beetje door het leventje gekomen, Ben? Dat je bekend bent geworden of niet? Nou, het ging op een gegeven moment wel heel snel. Ja, heel snel, ja. Het ging snel, maar ook de avonden ook. Ik was meer weg dan thuis. Laat thuis, gekkigheid. Ik ben nu wel anders. Ik ben nu echt family man. Maar die gekkigheid was je toch wel gewend als tatoeëerder zijn, of niet? Ik bedoel... Jawel, ik ben mijn hele leven zo geweest. Ja, ik wou net zeggen. Ja, ja, gewoon in de Camaro en gaan... Tot laat, niet weten waar je belandt thuis. Je hebt nou je shop, hè, in Arnhem? Ja, zeker. Je werkt alleen? Ja, ik heb wel een flow manager en die is aan het leren. Een hele tijd, maar dan moet het goed leren, vanaf het begin toch? Ja? Hoe ziet dat een beetje voor jou eruit dan? Hoe nou, dan moet je eerst gewoon leren hoe alles een beetje is ontstaan. Of de belangrijke mensen in de tattoo-wereld, als je dingen wil gaan leren tekenen. Ik kwam eerst met geometrie aan. Ja. Zij helpt me die shit, man. Ik heb een paar boeken van C.D. Jerry gepakt, die outlines boeken. Ik zeg, dan moet je gewoon even naar kijken. Daar is gewoon de basis, weet je. Ja. En daar is hij mee begonnen en dat vond hij ook veel leuker. En gewoon op de goede manier. Laat je tekenen en gewoon... Ja, meer tekenen dan tatoeëren sowieso, ja. En nu doet hij wat kleintjes en dat gaat wel goed. En hoe lang doet hij dat bij jou nou dan? Ja, bijna 3 jaar. Oké. Ja. En hij tatoeëert, hij begint nou te tatoeëren. Of hij tatoeëert al? Ja, gewoon, maar echt op zijn gemak. Hij moet het gewoon goed doen. En is het een privé-studiootje of een inloopshopje waar je hebt? Nou, het lijkt op een privé-studio, want mijn klanten komen daar en voor de rest heb ik gewoon mijn rust. Dat weten die mensen ook gewoon. En het is gewoon echt relax werken daar. Ja. Ja, het is gewoon net als thuis, man. Wat kunnen ze nou ondervinden, Ben, als je een tattoetje van je zouden willen? Kraftmans-tattoo. Kraftmans-tattoo. Ik heb het expres zo gespeeld, want anders, als je het invult, heb je nog 100 andere. Ja. En zo niet, dus... Ja, kijk, daar staat hij. Kraftmans. Ja, we krijgen straks ook wel een beeld. Hè? Het is eigenlijk Kraftsman. Ship. Kraftmanship. Maar ik heb het even net anders gedaan. Ik ga er zo even op verder gaan met jou. Over
Zo, goedenavond, jongen. Goedenavond, goedenavond. Ik heb nog nooit zo'n creatieve man meegemaakt als deze. Die tatoeëert, die maakt video's, klopt. Die maakt jassen, die maakt airbrush, weet ik het allemaal. Ik kan je stilzetten. Wat doet je allemaal, ja, man? Ik doe te veel. Je hebt wel gewoon een slaapkamer thuis? Of? Dat wel, dat wel. Je maakt alleen geen gebruik van. Misschien wordt er niet altijd heel vrolijk van, maar ja, dat is, hè? Ja. Zo gaat dat, we gaan gewoon door. Ja, precies. Ja, want ik heb die jassen die je hebt gedaan, die heb ik gezien. Dat is ook super vet. Ja, klopt. Is dat airbrush of... Nee, het is gewoon handgeschilderd. Oké. Okay. Ja, dus ik doe dat gewoon... Zonder stencil, hè. Deze man doet het met de hand natekenen ook gewoon. Dat is het creatieve erachter. Ja, ik heb voor veel mooie mensen jasjes mogen maken. Dus dat is, ja, dan maak ik... Zoals? Rico Verhoeven. André Hazes. Wanneer is die voor mij klaar, man? Ja, hij wacht nog steeds op mij. Ja, die voor jullie ook nog. Een dikke met het logo erop. Met het logo erop. Ja, is wel vet. Nee, maar ja, goed. Ja, ik vraag dit. Ik volg jou dan wel. Ik bedoel, tenminste, ik volg jou. Ik bedoel, en andere mensen die het niet weten, dan... het is schitterend werk wat je maakt. Dankjewel. Inderdaad, die André Hazes, weet je wel, die jas. Hey, en tatoeëren, realistisch, hè? Dat klopt. Is echt bizar ook weer, Mark. Ja, ook weer zo'n misselijk ventje ben je gewoon. Dat vinden ze meestal, maar ja. Dat, hoe is dat gekomen op jou dan, dat je naar dat realistische gegaan bent? Ja, ik had altijd al portretten willen zetten. Dat was altijd al een droom. En ze zeiden ook altijd tegen mij van, ja, ik weet niet of je daar gaat komen. Jij tekende dat al eens? Ik teken het veel. En tatoeëren is toch weer anders, weet je wel? Dus ik leerde ook gewoon, ja, het begin, naampjes, dat soort dingen. Maar ze zeiden al tegen mij van, ik weet niet of je dat wel gaat doen. En bij wie was dat toen jij begon? En hoe oud was je toen je begon? Dat is denk ik 10 jaar terug, denk ik. 10 jaar ja, terug? Ja, toen ik begonnen ben. En jij bent nou 38, 36? 37. Ja, klopt. Ja. 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 En je hebt kindjes ook, hè? Klopt, ook. Ja. Ja. Leuk, man. Ja, en die heb ik ook eens een keer gevolgd, dat je de jas aan van de Bellen en het Beest. Zo is het begonnen, zo is het begonnen. Ja, ik heb hem ook wel even laten zien straks, Bellen en het Beest van hem. Dat is ook wel echt een mooi jasje. Hoe krijgt hij zo'n zwoele stem in één keer? Ik heb een radiostem. Ja, klopt. Ik heb ook geoefend. Ja, meestal is het niet positief, hè? Ze zeggen dat je een radiostem hebt. Oh, nee. Oh, shit. Hey, dus je weet te lelijk ben voor tv, dus je hebt een goede radiostem. En waar kunnen ze jou ondervinden als ze werk voor jou willen gaan zoeken? En, onder Soul's Art. Soul's Art. Soul's Art, yes. En dan staan je tattoos en dan staan al jouw kunstwerk op. Alles kan je vinden. En ben jij een kunstenaar of ben je een tatoeëerder? In mijn hart tatoeëerder, denk ik. Ja, ja, sowieso. Ja, dat blijft slash zanger, slash tatoeëerder of tatoeëerder slash zanger? Nee, ik ben wel in mijn hart wel echt met tatoeëren. Ik vind zingen echt leuk, hoor. Maar dat hoeft van mij niet per se, weet je. Ik tatoeëer echt bijna elke dag. Elke zaterdag en zondag ook. Ja. En dat vind ik gewoon leuk om te doen. Maar gewoon 7 dagen in de week dan, Ben? Of, nou, 5. 5. Ik heb ook kinderen. Ja. En ik moet ook... ik heb ook een vrouw. Zo'n carrière moet je ook aan denken. Je moet aan jezelf werken. Je moet aan alles werken. Het is gewoon druk, ja. Gezinsmannetje geworden, hè? Jawel, is beter, man. Hoeveel kinderen heb jij nou, Ben? 3 kinderen. 3 kinderen. Ja, ze hebben me bijna allemaal al getatoeëerd. Oh, echt? En mijn jongste zoon nog niet. En mijn dochter ben ik aan het opleiden nou. En hoe oud waren ze toen ze jou mochten tatoeëren? 6 of zo. Nice. Ja. Ja. Het zijn de mooiste, hè? Ja, Nikia komt elke zondag nu bij mij een beetje meehelpen werken. Mag ze stencils tekenen. En... gewoon even leren tekenen en meekijken. En ze doet het wel goed, hoor. Ja, want bij jou is het natuurlijk ook helemaal in met de pap. Met de paplepel erin gegoten. Ik wil jouw vader, Dien. Dat is mijn vaders schuld. Moet je maar kijken. Dat is mijn geboortecertificaat. Stond er al op dat je tatoeëerder was of zo. Ja. Nee, je gaat zien. Ben tatoeëerder. Hij heeft gehoord. Dat is echt waar. We hebben ook een keer weddenschap gedaan met z'n tweeën. Dat geloof ik echt niet. Maar het is gewoon echt... Het is jouw geboorteakte dus gewoon. Ja. Ik heb mijn rijbewijs paspoort ook nog bij me. Dat is echt zo. We gaan straks een foto maken. Kunnen we even in de handen zien. Jouw vader die tatoeëert. Hoe lang tatoeëert je vader al, Ben? Hij is nou gestopt. Ik denk dat het wel bijna 40 was. Ik begon met tatoeëren. Tatoeëren 23 jaar. Vond ik fucking veel, man. Ja. In januari doe ik zelf 23 jaar. 23 jaar, ja. Dat is echt gek. Was snel gegaan of zo. Ja, de tijd vliegt. Ja, echt. Maar jouw vader was ook zanger. Erbij, daarnaast. Ja, Elvis. En ik deed vroeger ook karaoke shows met hem. Mm. En van die talentenjachten tot heel laat. Ja. Gewoon om 12, 13 jaar of zo, ja.
Woonden jullie toen in Engeland of toen hier? Nee, in Nederland. Ik was vier dat ik hier kwam. Oké. Okay. Dus je bent geboren in Londen, hè? Ja, geboren in Londen, ja. Hij had daar een tattoo shop om de hoek met George Bone. Oh, nice. Vroeger, ja. Ja, ik ken dan George Bone even niet, maar... Nee. Jij? Ja. Bone? Ja. Je dan uit George Bone. George Bone, uit Engeland. Bone. George Bone, uit Londen. Ja, dat is een echte legende. Accent. Echte legende. Oké. Okay. Ja. Nou, maar even opzoeken. Dan waarschijnlijk zit ik hier verkeerd in die podcast nu. Ik ken niet iedereen, hoor. Dus, een beetje net als Pooh Boef. Honderden skulls, jongen. Door die hele shop. Echt heel cool. Nice. Maar jij bent een beetje voor mij opgegroeid in de tattoo shop ook. Want jouw vader werkte daar en jij zat er denk ik naast. Nee, ik werkte... ik was eerst ging ik gewoon mee met mijn vader altijd. Voor school niet zo leuk. En vooral de hogere school. Wij allemaal niet. Ik zat altijd naast mijn vader op het krukje te kijken hoe hij tatoeëerde. Ik wou leren, weet je. Yeah. En daar heb ik het meest van geleerd. Ik leer nog steeds echt van ook gewoon nieuwe mensen. Natuurlijk. En dat vind ik echt het leukst. Ik heb echt bij goeie kunnen leren. Tatoe Ron, die was echt een artist, weet je. Tatoeëerde ook gewoon zo. Ron Rijks. Ja. Uit Alkmaar. Zulke boten en zulke grote zwarte vlakken. En mijn vader deed alles van een bord af, weet je. En de cover-ups. En die tijd was mijn vader echt in zijn top. Ik heb echt hier mijn eerste tattoo, weet je, ik was 14. Ja, maar die kleuren zitten, dat zit erin, hè? Al mijn tattoos van hem, die zijn echt nog wel mooi. Zo. Ja. Hey, en hoe kennen jullie elkaar dan? Samen gewerkt ook. Samen gewerkt. Waar? En meerdere dingen gedaan. In Zevenaar hebben we gewerkt. In Enschede samen gewerkt. Enschede, Beverwijk. Ja, Beverwijk, ja. Maar in Enschede, daar was je bij. Bij wie was dat? Dat was zijn shop. Ja, oh, dat was jouw shop? Ja, die deed ik samen met zijn broer. Deed ik dat. Ja, okay. Inderdaad, klopt. Ja. En dan heb je het over 10 jaar geleden? Of? Nee, dan hebben we het over vijf jaar terug, zoiets. Oké, okay. Ja. Nice. En jullie hebben samen gewerkt of jullie waren... Die shop was voor jou en je broer? Nee, voor mij en zijn broer. Ja. Van Dien. Deed ik met Dien. Ik tatoeëerde een beetje overal om een beetje te helpen ook. Dat er ook een Sounders echt tatoeëerde. En, hij dan samen met hem die shop. Was ook goed voor mij, want ik had toen ook gewoon andere problemen. En ik had toen gewoon werk, weet je. Dus, ja, was ideaal. Ja. Maar nu vol gas aan de gang, 5 dagen, 6 dagen in de week. Volop. Volop. Ja, sowieso. Ja, sowieso 5 dagen altijd. Ja. En doe je in principe alles of niet, Sal? Nee, ik doe niet alles. Nee? Nee, ik doe niet alles. Nee. Okay. Infinity wil die heel graag. Nee, ik doe weinig klein dingetjes, dat wel. Ik hou gewoon heel erg van shading en schaduw. Dus je gaat echt naar het realistische toe. Maar de mensen weten wat jij maakt. Dus dan komen ze daar ook natuurlijk Daar komen voor, ze voor, ja. Daar heb ik het geluk mee, ja, in ieder geval. Krijg je daar ook vaak de vrije hand in gewoon dan? Of, ja, of vaak. Dat ze zeggen, van ik wil wel een portret van Al Pacino, maar verzin de rest zelf maar. Ja, kijk maar zeker. Zeker, ja, gewoon maffia sleeve. En dan, wat vind jij mooi zo, weet je wel? Ja. En dan kijken we samen gewoon naar foto's, weet je wel? En dan, ja, wat hem aanspreekt. Dat vind ik wel belangrijk, want zijn tattoo natuurlijk, ja. Ja, oké. Okay, maar het moet ook wel zijn dat jij denkt van, joh, dit staat wel heel tof op de huid. Dat ook, dat wel. Ja, maar je wil zoiets van, dit is echt een vette foto, maar... De foto's die ik laat zien, die zijn al meteen... Ja, want het niet elke foto waar ze mee aankomen, dat is goed natuurlijk. Nee, hè? Nee, ik moet ook als mensen afwijzen, helaas. Ja. Soms is het iemands laatste foto, of is iemand overleden, of... Maar wanneer moet het echt een hele goede foto voor jou zijn? Waar de ogen goed scherp zijn? Goed, of ja, contrast gewoon goed, weet je wel. Ja, scherp gewoon, weet je wel, ja. Maar als die ogen goed zijn en de neus en de rest bijvoorbeeld wat waziger, pas je dat aanpassen? Ja, of? Dat kan. Ja, ik probeer. Dat kan wel. Ja, dat kan wel. Maar ik probeer het niet te doen. Ik probeer de foto wel gewoon te houden zoals die is. Ja. Dus als de foto op de achtergrond wazig is, dan wordt hij op de achtergrond ook wazig. Ja. Dat houd ik. Okay. Ja, gewoon de foto. Diegene wil gewoon echt de foto. Weet je, als soms vragen zoals ja, kunnen we lippen veranderen of dit soort. Ja, dat doe ik niet. Heb jij in Nederland een tatoeëerder waar je denkt van, wow, what the fuck, hè, met zijn realistische gebeuren? Joey vind ik wel goed, sowieso. Ja, tattoo Joey. Wij horen het ook meer, hè, Joey. Hè? Ja, ja, Joey. Trouwens, ja, ik ken zijn werk, dus schitterend werk ook. Ik heb hem nog uitgescholden op zijn Instagram door die tijger die hij had gezet. Die fucking bastard. Ik heb nooit met hem gesproken of zo. Ja? Ik had naar hem gestuurd, ja, ik kon er wel om lachen. Die was zo mooi. Ja. Dat je hem uitgescholden had? Ja. Ja, dat kan ook. Ja. Kan ook, ja. Doe jij dat ook, Ben? Realistisch? Of, Ja, maar ik doe echt alles. Ja? Maakt niet uit, ja. Maar wat doe je het liefst? Aardige en lieve mensen die stilzitten. Ja, hè? De rest boeit me echt niet. Ik vind het niet leuk om infinities te doen en dat soort kleine tirantijntjes. Ja. Maar ik doe ze allemaal. Ja. Ja, ik werk alleen en ik vind het gewoon fijn. Ik wil ook niet weten waar ik tatoeëer op een dag. Ik kom op mijn werk, ik ga zitten, ik ga roken.
ga ik kijken en dan ga ik ervoor. Ja, precies. Dus ja. Dan werkt heel rustgevend voor mij. Anders kan ik kan het niet bijhouden, zeg maar. Het is gewoon eigenlijk, zeg maar... I'm swimming. I'm back. Ja, maar het is vaak zo voor mensen die gewoon ook met een deadline moeten werken of zo. Weet je. Ik ben zelf ook zo als mensen... Ik zie het wel, weet je, van tevoren, wat er komt. Omdat, ja, je zit een beetje in een luxe positie, weet je wel. Dat je, ze weten wat je maakt. Nou, dat gaat altijd... Ik heb een iPadje nou tegenwoordig. Dat gaat helemaal fantastisch. Ja, sowieso. Dus dat is... dat werkt wel. Ja, dat maak je gewoon ontwerp. In een half uur heb je een dik ontwerp, toch? Ja, volgens mij de eerste die ik kende was ook Ben die een iPad had. Ja, dat weet ik nog wel. Het ging wel allemaal kijken. Zo van, hey, ja, ik ga dat niet doen, weet je. Ik blijf gewoon handstencelen. Mensen van de mij raar. Dat is gewoon wat ik doe, weet je wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja. Ja, fantastisch, toch? Ja. Het is gewoon mooi dat alles gewoon bewaard ook. Ja. Alles bij je. Ja, altijd. Maar vooral die mandala's-achtige dingen tekenen of wat dan ook. Amaziograph. Ja, ideaal. Gruwelijk, gewoon binnen 2 minuten. Nee, het heeft een voor- en nadelen. Van ja, hij werkt er niet mee. Ik heb er nog 64 thuis dan. En, ik kan het laten zien eerst wat ik doe. Als je één keer die mandala-shit doet, ik zweer het je gaat het gewoon halen. Ja, 100%. Ja, echt. Maar de vorige keer Andy Verens zitten, die had het over... Painstorm. Painstorm. Painstorm is in het programma. Ik weet niet of dat ken ik weer. Ja, je werkt met een iPad ook. Ja, sowieso. Ja, precies. Ik moet het ook nog opzoeken. Jongen, geef je de tip. En je iets wat fijn werkt bij mij, dan ga ik hier niet heel snel vanaf. Maar hij had op een gegeven moment met Painstorm. Dat moet je maar eens kijken hoe dat werkt. Ja, ik heb al met de Procreate dat ik al echt voor een portret of zo echt ver kan inzoomen. Weet je wel, dan blijf je gewoon tekenen. Ja. Dan blijf je gewoon tekenen. Ja, precies. Je stopt niet meer. Ik gebruik alleen maar voor lijnen, man. Alleen maar voor lijnen. Ja. En een beetje die contrast bewerken, weet je. Die curves. Ja, het is ideaal, die curves. Curves. Ja. Ja. Hey Ben, kunnen we nog wat verwachten van jou met zingen? Of? Ja, ik heb laatst nieuwe dingen. Ja, zeker weten. Morgen in gesprek met een nieuw tv-programma. Het is heel leuks. Met zingen. Heet Avastars. Dat is echt cool, als ik moet animatie en zo. Ja. En nog tv-programma, 2 nieuwe singles komen eraan. Ik had laatst een Nederlands liedje gemaakt voor de Airborne. Oh ja? En toen mocht ik het tot de middenstip zingen bij de Airborne-wedstrijd. En zo ging filmen. Oh, dat is wat ik maakte ook mijn videoclips. Ze werken veel samen. Klopt, we werken veel samen. Is gewoon leuk, weet je. Ja, ook nog. Waar houden de tijd vandaan, man? Jullie. Ja. Ja, het is wel altijd stress, het laatste moment vaak. Altijd het laatste moment. Vanmiddag dacht ik, oh shit man, hij is ziek, hij komt niet meer, weet je. Ik denk, hij slaapt waarschijnlijk. Ik denk, oh shit man, wat ga ik doen? Lekker wel. Maar ja, ik ben er sowieso. Ja, hey, maar bij jou in de shop werkt je broer dan ook? Ja, klopt, mijn broertje werkt er ook. Ja, wat doet hij allemaal? Hij houdt veel van lijndingen, zo oldschool. Jullie vullen elkaar leuk aan. Ja, precies. Hij kan ook heel goed realistisch hoor, maar hij vindt het leuk om, hij houdt van lijnen en... Ja, dus we doen een beetje allebei een ander soort stijl. En hij vindt mandala's leuk en dat soort dingen. Ja. Hoeveel werkplekken heb je dan? 2 ook? Nee, ik heb 3 werkplekken en ik heb een piercer en ik heb nog een floor manager. Dus we werken met z'n 5 in totaal. Ja. Lekker man. Piercer ook. En waarom hoor? Oh, jullie hebben dezelfde. Ja, van Brent McCown. Ja, zeker. Oh, ja. Is dat hetzelfde? Is dat een handelsmerk van hem of... Nou, ik zie het gewoon zelf ontwerp. Kijk, Caterpillar. Ja, die hebt hij er toen ingetikt. In Breda heeft hij dat gedaan. De eerste keer dat ik misselijk was, ooit van een tattoo. Nee, ik had alleen zoiets toen ik klaar was. Toen zat ik te kijken. Ik zei, vriend, dit flikkert er over 2 weken uit. Hij zei, het is traditioneel. Hij zei, het wordt steeds donkerder. Ja, dat zal. En echt verdomd, per uur zag je hem donkerder worden, dat ding. Sowieso is dat handtapping sowieso als je de vingers doet, hè, beter. Gewoon op de vingers handtappen. Ik vind het echt mooi. Maar ik heb het ook op mijn hoofd in Thailand laten doen, achterop. Was ook echt tof, man, met zo'n speer zo. Oh ja? Zit ook nog mooi in. Was dat de bamboe? Nee, maar echt zo'n ijzeren speer, man. En gewoon 1 bak met inkt en een doek met alcohol. Ja, en die man die gaat er gewoon spreuken. Je zit daar en dan zit die... wat doet die man allemaal, man? Dat is allemaal gewoon echt gekke shit, hè, die zakjant. Ja, dan krijg je op een gegeven moment zo'n stip op je hoofd. Zou best kunnen. Want ik heb hem hier hebben ze... Want ik wees de plek aan en dan bepalen hun wat erop komt. Dus op een gegeven moment, ik zat daar en denk, nou, er komen met 3 man, hielden ze me vast. Ik denk, we gaan hun doen naar je. Ik kreeg die tempo. Het was de eerste tattoo-conventie in Singapore waar we toen hebben gewerkt. Yeah. Weet je of jullie dat nog weten? In 2010, geloof ik, was dat toch? 2009? Nee, 2010. 2010, ja.
En dan zat die, cool. Die monnik zat daar, weet je, van die Angelina Jolie ook had gedaan. Ja, dus ja. Ik denk, nou, dan ga ik wel naar hem toe. Ik was 's morgens vroeg. Hij zegt, ja, kost een geeltje, zegt hij. Ja, nou, dan doen we dat. Ik zei hier, hij zegt, nou, dan wordt het eigenlijk wel van jou. De Golden Voice noemen ze het. Ja. Dus daar zit hij precies onder. Ik moest hem sigaretten geven en bloemen. Ja? Ja. Sigaretten en bloemen, ja? Ja, Johnny was mee. Die liet een tijger zetten of zo onder arm. En Johnny is? Johnny de Mol. Oké. Okay. En toen zijn we ook nog naar een tattoo shop in Thailand geweest. Hebben allebei een tuk-tuk laten zetten met ons twee en onze blote reet. Die een wheelie maakt, want zo gingen we door Thailand. Ja. Was dat voor een programma ook? Fucking of? Heftig. Ja, waar is de mol? Oh ja, okay. Op het laatst zie je allemaal foto's. Net als de hangover, weet je. Ja, ja, ja. Dat waren geen grappen, dat waren echte foto's. Als je het ooit terugziet. Maar die gaan we ook nog opzoeken als we deze gaan editen. Oh, ik dacht, dat komt niet goed, weet je. En het was ook echt zo. Die vader die belde ook op van, let een beetje op elkaar en dit en dat, weet je. Ja. Toen kwamen die foto's. Oh, shit, man. Mooi persoon, hè, die Johnny de Mol? Ja, we hebben een leuke tijd gehad. Ja, hè? Ja, precies. Dan laten we het ja, bij. Zeker. Ja, mooi, man. Hij is ook wel aardig ondergetapt, maar hij is meer getatoeëerd bij Veldhoen, hè? Vragen, toch? Ja, ook een beetje verschillend. Die hebben laatst deze anker gezet hier zo. Tycho. Ja. Ik ga volgende maand weer daarin hier nog wat vullen. En ik wil ergens nog een adelaar van hem. Ja. Heb je nog plek? Op mijn benen hier en daar. Ik ben maar bezig om het vullen, hoor. Ja. Ja, precies. Je hebt er ook nog zin in om getatoeëerd te worden. Jawel, zeker weten. Ja? Het helpt wel een beetje. Ja. Het helpt goed tegen mij, weet je. Ja, ik word daar wel rustig het van. Het is een beetje waar we hier aan het voorkomen komen met Loes en Rinus van Suiza. Ja. Die van mij deze. Ja, natuurlijk, ja, joh. Oh, en die hadden ook een. Die doet het medische heel veel, hè? En, ja, tepels en shit. Ja, en er was er ook eentje bij, hè? Wat was dat ook weer? Een therapie was dat met tatoeëren op het moment? Ja, klopt. Jezus, ALS of MS of zoiets. Ja, iets wat een immuumsysteem opkreeg. Ja. Maar hoe meer je getatoeëerd werd, dan beschermde die inkt jouw spieren of zo. Die mooie gekleurde inkt, die mooie blauw en groen, ja. Die beschermde. Dan gewoon, ja, die beschermde dat, ja. Dat kwam erop, geloof ik op neer door het effect en het genezingsproces van het tatoeëren of zo. Ja, weet je, kwamen er allemaal dingen in zijn lichaam vrij, waardoor hij eigenlijk dus zijn eigen een beetje aan het genezen was of zo. Heel apart vooral. De tattoo, als je een tattoo krijgt, je lichaam gaat dan de tattoo aanval in plaats van je spier. Oh ja, dat was het. Inderdaad. Ik vind het echt lekker, man. Echt lekker. Nou, ja? Ja, ik ben nu nog dingen aan het afmaken, gewoon die ribbenstukken. Oh, jee. Overlopend. Ik vind het lekker, man. Wie doet het jou? Er zijn ook dingen die ik lekker vind, maar dat weer niet. Nee, ik ook niet. Zilde ijs aan het afmaken. Nins Peters en Mattie van mij. Hoe heet die? Zilde ijs. Hij is nu net die bond opgestart met Henk. Zilde ijs. Die nieuwe bond. Om tegen al die regels te gaan en zo. Dat is een goede Mattie van mij. Die kan ook echt mooi shaden en zo. Precies hoe ik het wil. Ik had die tekening gemaakt toen ik 14 was of zo vanmorgen. Ja. Ja, mijn vader heeft nooit afgemaakt. En maar jij zegt dat die zit in een bond? Je hebt een nieuwe bond? Ja, er is een bond. Sorry, Sil, ik ben even vergeten hoe die heet, maar die is met Henk samen begonnen. Welke gewoon, Henk Nijmeijer? Henk Schiffmacher. Oh, Schiffmacher. Om gewoon tegen, hoe noemen die Rutte en die andere gasten allemaal te gaan. Ja, ja, precies. Tegen die kleurverbod. Ja, precies. Dat er wel iemand is. Net zoiets als 70 pigments, zeg maar, dat. Ja, ik denk, die hebben dan advocaten en die gaan het dan tegenin. Want er is niemand, ja, iedereen die vindt er wat van, dat het wordt verboden. Maar niemand, het komt niet aan of zo, weet je toch? Nee, maar weet je hoe dat komt, denk ik, Ben? Ik denk, vroeger had je een bond, hè, waar we het vorige keer over hadden. Ja, Nederlands bond. Ja, maar als jij een goede bond wil hebben, dat jij op een gegeven moment, net wil jij zeggen, als jij een Rutte of die kennen allemaal maar beslissen, weet je wel, van, oh, we gaan die tatoeëerders even aanpakken. Er is niemand die een vuist kan maken. Nee, precies. Dat. En dus je moet gewoon mensen bij elkaar hebben, juristen, advocaten of wat dan ook, om op te kunnen staan tegen die dingen, want niemand doet het nu. Nee, ze zijn net gestart een maand geleden. Je kan het op zijn zilde ijs. Of bij Henk Tattoo Museum. Wij gaan dat ook opzoeken. Dat gooien we even in het filmpje ook straks allemaal. Ja, dus het is wel mooi dat er is, weet je. Ja. Want ik loop alleen maar. Oh nee, doe maar. Ik heb hier een nieuwe. Ik loop alleen maar te schelden, weet je. Maar wat ik zeg, kom niet aan, weet je. En niemand niet. Iedereen is ook zo. Je moet maar meegaan. Weet je? Er is niemand die goed de taal spreekt. Ja. Om het zo maar te zeggen. Kijk, en wij zijn tatoeëerders. Wij zeggen heel makkelijk van, het is onze verantwoording niet, want het ligt bij de groothandel. Maar we zijn wel het probleem. Ja, dat, dus dan moeten wij ook kunnen opstaan om te zeggen van, hey, jongens, RIVM
en de GGD hebben allebei gelijk gebeld op dezelfde dag. Ja. Okay, wat is het probleem? Wat gaan jullie allemaal doen? Ja. De GGD zegt, ja, we weten het niet. En, nee. Dit en dat. En ja, opleiding. Zeg, ja, wat voor opleiding? En wat wordt er precies verboden, weet je? Ja. Dat hoor je niet. Nee. Dan hoor ik van de leverancier dat je die kleuren nog een jaar mag gebruiken, weet je? Als jij de laatste maand dat het ingaat, zeg ja, maar, je koopt nog heel veel kleuren. Tot 4 januari kunnen we die kleuren nog kopen. Ja, en dan blijft het een jaar. Dan hebben we nog een jaar om het op te maken, zeg maar. Ja. Dan blijf je ja, maar ja. En dan moet er weer een nieuwe lijn zijn. Ja, dan komen we wel nieuwe lijn. Ja, voor mij is het geen probleem, weet je. Dat is niet getest. Dan moet jij met inkt gaan werken wat net nieuw op de markt is. Ik wil dat niet, man. Ik heb fucking goede kleuren. Klaar. Precies. Want dan krijg je weer die kleuren van vroeger, wat die Gideon wel eens verkocht. Ja, die Challenge in Colors. Die Challenge in Colors. Meuk. Allemaal meuk. Best die ik ooit heb gebruikt, Color 2000. Premium uit Engeland. Fucking helemaal. Hoe heet dat? Premium Color 2000. Dat sloeg helemaal nergens op, man. Maar hoe kwam je daar aan dan? Ja, via die derde Campbell, toch? Okay. We gingen in Engeland gingen dat halen en dat gebruikten die Engelse tatoeëerders allemaal. Ja, dat is gewoon veel stift. Gewoon, maakt niet uit welke kleur, geel, rood. Maar is niet allemaal komen. Verboden. Ja, ik heb wel gevonden. Ze zitten in het derby. Maar je mag het hier allemaal niet gebruiken. Nee. Maar ja, goed, als we straks toch weer allemaal op die zolderkamer zitten, dan... Ik vind het wel wat, hoor. Ik vind het echt wat. Maar lekker thuis, man. Ja, toch? Hier krijg je toch die illegale praktijken toch weer, man. Dat ja, maar dat is ook zo. Als je op een gegeven moment in een shop geen kleuren meer mag gebruiken, ja, dan gaan mensen die een kleuren tattoo willen, die gaan wel naar een thuisprikker toe of zo. Weet je, die altijd spullen is misschien van AliExpress, dan heb je alleen maar meer ellende, lijkt me. Engeland zit niet in de Europese Unie, die kunnen gewoon een kleur gebruiken. Ja, die wel, ja. Ja, dat klopt. Dan kan je dat kopen, dus even met de boot en dan even kopen. Ja, maar ik denk dat niet zo'n probleem is om eraan te komen. Nee. Alleen, ja, weet je. Van, ja. Ah, mijn vrouw en zo, die gaan niet tatoeëren met die nieuwe troep. Die gebruik ik gewoon mijn goede kleuren. Gewoon klaar. Ja. Dat moet ook lekker zelf weten. Ik vind ook dat het de eigen keuze is. Net als roken. Ja, en zo, weet je. Dat is ook zo. Ja, maar dat is niet kankerverwekkend, hè? Dus dat scheelt. Nee. Nee, en dan, weet je wat ze zeiden? Ja, als je de tattoo lasert, dan gaat het inkt zich verspreiden. Ja. En dan komt het op plekken waar het niet hoeft. Je gaat het niet fucking lasen. Dan moet je dat maar verbieden, weet je. Ligt het dan aan het tatoeëren of ligt het aan het lasen? Ja, dat ook. Ja, en de inkt blijft te lang zitten. Ja. Ik denk dat het gewoon aan de mensen ligt. Wat is dat? Ja, je moet de keuze goed maken. Ja, weet je, belangrijk. Kijk, die jongens die lezen, die doen er in principe ook niks mis mee. Ik denk dat het gewoon aan de klant zelf ligt, weet je. Als jij iets neemt waarvan je op een gegeven moment denkt van, dat wil ik toch niet, of dit of dat, of dit moet eraf. Ja. Nee, weet je. Nou, ik denk dat we gewoon mee leren leven. Ik denk dat wat Ben zegt, dat we even moeten achterhalen de naam. Het is jammer dat je het niet weet. Kan je hem niet even bellen? Ja, dat was zeker weten. Dat we hem even... Dan kan ik gelijk even pissen. Ik pak de telefoon. Ja, maar dan kunnen we misschien even in die Bluetooth gooien. Dan kunnen we gelijk even meeluisteren wat hij zegt. Misschien heeft hij wel te vertellen over... Oké, ik pak even mijn telefoon. Ja, ga jij maar even pakken. Ah, dat is wel pissen. Mooi, hè? Heel mooi, hè? Hey, Sal, maar hoeveel zit jij in de zaak? Ik werk met 7 uit, toch? Klopt. Ja, dan werk ik met z'n 5 in totaal. Dus dan we tatoeëren met z'n 3. Dan mijn broertje dan en nog een vriend van mij. En mijn vrouwtje doet alles regelen qua planning. En dan hebben we nog een piercer. Oh, oké. Ja. Ja, piercer, dat loopt nog wel of niet? Ja, dat gaat gewoon door. Ja, dat gaat gewoon door. Ja, hoe gek dan ook. Altijd druk. Ja, en altijd druk. Wat is nou de hype met piercings? Wat voor piercing? Geen navelpiercing, toch? Of wel? Nee, dat hebben we wel het gehad, allemaal he? In de oor, weet je wel. Ja, op gekke plekken, weet je wel. Je tussen de oor dingen. Doe je ook intieme piercings? Of, nee. Die doe je zelf? Nee, zelf ook niet. Maar nee, die doen we eigenlijk niet. Je zet ze zelf. Nee, maar het is ook niet heel veel vraag naar, tenminste. Nee, niet dat ik weet. Tepel wel. Dat wordt ook gewoon gedaan. Ja, ik heb helemaal niks met piercings. Nee, ik zelf ook niet. Maar het is tattoos en piercings. Ja, dat is het. Dat is het. Ja. En als het een leuke boterham op levert, toch? Ja, het is leuk ook om het aan te bieden, weet je wel. Het is niet... ik vind het wel, het hoort er wel een beetje bij. Hé, hey, Sal, doe je wel eens guesten of niet? Dat doe ik ook wel eens. Ja, het is wel een tijdje terug dat ik gedaan heb. Heb ik in Engeland gewerkt. Dus en, je komt een keer bij ons guesten? Ik wil wel een keer komen guesten, dat sowieso. Dat sowieso. Dat bij sowieso. Deze? Bij deze kom ik sowieso een keer. Dus Sal, Batul, jullie... Soels mag ook, Soels mag ook, hè. Ik zeg gewoon Sal of Soels. Sal mag ook, maakt niet uit. Die is binnenkort bij ons. Als jullie trouwens via Spotify luisteren, abonneer je dan eventjes op YouTube. Op Inksmijters, dan hebben jullie er een beeldje bij. En dan weten jullie gelijk wie Soels is. Dus, yes. En Soels is dus binnenkort een keer te vinden bij Tattoo Lefters. Sowieso. Ik ben vereerd om te komen. Ja, ik vind het sowieso...
Hey, conventies. Vind je dat ook nog leuk om te doen? Zeker, zeker. Ja, ja, op dit moment zijn ze natuurlijk nee, nee, ze komen volgens mij wel. We komen er weer een paar aan, zag ik zo. Ja, ik dacht al, komend weekend is Brussel. Ja, is dit uitgezonden, maar het is het nou, alweer geweest. Volgend jaar sowieso veel in Nederland, Maastricht. En ik zag wel wat die gepland waren. Ja, oké. Okay. Sowieso heen. Mooi, man. Ja, sowieso. Hey, kan die verbonden worden? Bluetooth? Ja, als je Bluetooth aanklikt. Ah, tegenwoordig. Dan kunnen, dan kunnen we hem even bellen. En kijken wat hij heeft te zeggen over over de inkt waar ze mee bezig zijn. En dat hij het even goed kan uitleggen. En over de bond waar ze mee bezig zijn. Ben jij rood? Broadcasting. Alright. Dat is... zullen we eens even een stukje was nemen, of niet? Ja, ik ben al een poosje bezig, hoor. Ja. Maar dat weet je. Ja, is die verbonden? Zo, een stukje vis zelfs nog, joh. Hoort hij ons allemaal via de microfoon? Ja, zeker. Oh, dus niet met niet deze. Deze die nee, is hier. Oké, we gaan even bellen. Sil de IJs uit Nunspeet. Je let even niet op, hè? Have some sausage. Ik denk dat hij niet opneemt. Misschien is hij nog aan het werk. Hij is echt goedendag. Ja. Dit is de voicemail van. Nou, harde werken. Misschien heb ik nog een nummer. Wacht. Zo, wil je het eten, jongen? Lekker. Bosje, hè? Ja, sowieso. Een stukje brood, stukje vis. Sowieso. Jullie doen zo, denk knippen ook, of niet? Nu wel. Ja, dat wel. Ja, dan weet ik of ik het gewoon in alle rust kan doen. Ja, ja, rustig aan. Ja, rustig aan. Geen probleem. Het is de eerste keer dat we moeten knippen, maar... Oh. Kleine knip. Ja, dat maakt niet uit, hoor. Geeft niks. Ah, hij belt waarschijnlijk zo gewoon terug, hoor. Maar... Dat is geen ik probleem. Ik probeer nog even zo te facetimen. Ja, dat kan ook nog. Hij zit echt mooi werk, vind ik, hoor. Ja? Ja. Maar ook... hij zit ook met zijn shop in Nunspeet. Ja. Electric Tattoo. Heeft hij vroeger niet in Maastricht gezeten? Waar zit hij ook nog? De Players Club zat hij vroeger toch? Dat kan wel, ja. Dat nou, was een serieus op de Players Club, ja. Toch? Oké, okay, hij zal zelf wel, denk ik. Hè? Hij zal zo wel bellen en horen hem gelijk overgaan, denk ik. Ja, niet? Maar ik ben wel blij dat het er is. Ja, toch? Ja. Hey, en Ben, je hebt een mooi schort aan, zie ik. Ja, ik dacht, dit is een mijn mooi outfit. Outfitje. Gemaakt, getekend door Henk Schiffmacher. Samenwerk met Witloft, ja, die moest ik hebben, maar hij is te mooi. Kijk, daar is hij. Te mooi om mee te werken, zeg maar. Yo, Sil. Broski, hoe is die man? Ja, goed, met jou dan. Ja, lekker, we zijn even aan het eten. Dus, maar we zijn net klaar, we zijn klaar. Oh, maar dit vind je wel leuk, we zitten bij Inktsmijters. Oké. Okay. Je bent online. Ja. Je bent online in de podcast nu. Oké. Okay. Ja. Goedenavond, Sil. Goedenavond. Ja, jij bent bezig met een nieuwe band, Sil. Sorry, ik sta een beetje slecht. De nieuwe band. Ja, dat is nu net lopende, ja, dat klopt. Ja, vertel. Ja, vertel. Je kan even wat vertellen nou, Sil. Wat ga je doen ermee? We zijn dat door de jaren heen hebben dat al geprobeerd. En uiteindelijk, je overvalt me even een beetje. Sorry mate, relax. Ja. Ja, neem je tijd. Goed, door de jaren heen was er al sprake van met Henk Schiefmacher en een paar anderen. Dat je zoiets probeert bij elkaar te brengen en dat is dan best wel complex. En ja goed, de coronatijdperk, dat brengt toch wel wat meer bij dat je realiseert dat er sommige dingen wel even gedaan moeten worden. In een soort samenwerkingsconstructie. Of een collectief. Je kan zo mooi praten, Sil, jongen. daarom kan jij dat heel goed. Maar niemand, weet je, wij zijn tatoeëerders. En daar wil je het iets ook bij houden. En dan ga je zoeken naar mensen die daar ondersteuning in kunnen geven. En toen hebben we de FNV benaderd. Want ja, de FNV bezit over mensen die je daarin kunnen ondersteunen. Voor niet al te veel geld. Kort door de bocht gezegd. Dus dat is opgezet. En voor tatoeëerders, hoe is het te vinden en wat kunnen ze ervan verwachten? We zetten ons in. Als je me even een mailtje stuurt of even een privébericht, want ik heb dat even op schrift staan, dan kan ik dat even terugsturen.
Het is natuurlijk dat we de belangen van ons vak erin beschermen. En bijvoorbeeld nu wat je ook ziet met de inkt. Er zijn allemaal regels veranderd die voor iedereen, die zijn daar niet zo blij mee. Nee. En er is dus gewoon iets nodig wat de juiste partijen aan kan spreken of eventueel mee kan praten. In de toekomst dat andere besluiten en zo wel beter genomen kunnen worden. Of dat we wat meer invloed voor ons allen kunnen uitoefenen ermee. Ja, zeker. Precies. De inkt is even een mooi voorbeeld. Maar het is een Europees besluit geweest. En ja, dat heeft dan allemaal protocollen doorlopen waar bijna niemand wat van heeft gehoord. Ja. En ineens krijgen we op 17 september een brief op de mat. Precies. Waarin wordt gezegd van over 3 maanden moeten jullie helemaal proof zijn. Dat is sowieso voor geen één bedrijf, in welke branche dan ook, fatsoenlijk te doen. Onmogelijk. Onmogelijk. En nu nog, hè, er is nog steeds heel veel onzekerheid. Ik heb vorige week nog de RIVM gesproken. Dat ik het er wel een beetje zeg van, ja luister, in hoeverre kunnen we misschien coulant zijn? Want het is natuurlijk niet fair om een bedrijf 3 maanden de tijd te geven waar de producten en ook nog heel veel diensten ook nog niet uitgewerkt zijn door de RIVM en de Voedselwet en Warenwet. Zoals bijvoorbeeld het tattoo-paspoort en al die dingen. Yeah. Ik moet van de week weer even op die site kijken hoe ver het weer geüpdate is. Maar ook daar wordt door hun gezegd van ja, je moet het zelf maar even in de gaten houden. ik vind dat geen manier van werken als je zulke zware maatregelen aankondigt. Het is niet niks, nee. Dat klopt. Hey, Sil, nee. Kunnen wij jullie steunen ook daarmee? Onszelf natuurlijk is dat ook. Maar ik bedoel, dat we wat kunnen doen, kunnen betekenen voor elkaar. Ik vind het heel tof dat je me al zo aanspreekt. Andy, ik spreek met Andy nou, of met Jarno? Dit is Andy. Ja, allebei. Ja, dit is Andy. Allebei. Mag ik jou vanavond even een privébericht op Facebook sturen, Andy? Want ik heb je in mijn Facebook. Geen enkel probleem. Heel graag zelfs. Doe ik dat even zo. Als we gewoon een vuist kunnen gaan maken tegen de regering en alles, dan... Zo, twee vuisten. Hè? Zeker man, dan, fuck the system. Dus, inderdaad, zo is het. En niet anders. Ik spreek je vanavond even op Facebook, Andy, want ik zit in een restaurant nu. Is goed man, super bedankt voor, je uitleg even. Slamat makan. Slamat makan. Eet smakelijk man. En we spreken elkaar snel dan. Het is misschien leuk dat een keer een uitzending komt bij ons. Nou, lijkt me hartstikke leuk om dat te doen. En wens ik jullie sowieso veel succes vanavond. Dankjewel. Goedenavond. Oké. Nou ja, goed, er zijn wel wat wijzer geworden, Ben. Hij kan goed praten, hè? Zeker. Ja, maar ja, goed, dat is wel een... Kijk, kan dat niet. Even Jasmok Jello. Yes. Maar hier is Gort. Ja. Ja, die vond ik zo mooi. Ik moest hem gelijk hebben. Nou, ik wou hem eigenlijk kopen. En toen kreeg ik eigenlijk gelijk een bericht van... We sturen je eentje op, weet je. Ik altijd wel lief van Henk, ik kreeg af en toe wel wat leuks. Ja, want hij is te koop? Nou, hij is te koop nou ja, via Witloft en via het Tattoo Museum. En voor de mensen is dat een doel of is het een goed doel? Ja, sowieso. Nou, Henk is een goed doel. Henk is een goed doel, hè? Kan hij weer lekker bier drinken. Ja, is heel mooi. Weet niet waar de camera is? Ja, als je even gaat staan, dan kun je zitten hier deze kant. Er zijn ook twee verschillende. Deze vond ik de mooiste. Dus het is een leerschort, hè? Ja, het is eigenlijk een tattoo-schort of je kan er ook mee koken of barbecue. Ja, maar precies. Ik wil hier geen spetters op of zo. En ik denk dat hij dat zie jij natuurlijk ook. Ik bedoel, ik denk dat het een marker is gewoon waar hij mee ingetekend heeft. Of? Ja, je ziet de potloodstrepen er nog op zitten. Ja, precies. Sick. En ik denk gewoon met de marker. Maar dit is mooi, man. Deze vind je over 400 jaar ergens terug. Je ziet nog steeds wat het is. Hey, en die kunnen ze bestellen bij Henk? En, ja, ook. En bij Witloft. En wat kost die? Volgens mij. Nee, ik weet het niet meer. Vanwege 100 nog wat of zo, 150 misschien. Maar goed. Nou ik weet goed. Niet, misschien zeg ik wat verkeerd, maar ik heb hem gekregen. Dankjewel. Van ze kijken altijd maar even op de site. Je ziet het, hè? Heb jij er een zo? Wat zei je? Heb jij er ook een? Nee, ik heb er geen. Ik heb wel zo'n jij moest hem betalen. Nee. We hebben wel allemaal zo'n lap op de been. Die hadden we altijd erop, maar ook die gebruik ik eigenlijk weinig. Jij nog wel, volgens mij. Die lap van jou, die was helemaal rood van mijn hoofd, van mijn bloed. Klopt. Hè? Maar het bloed op de grond gewoon. Ik wou hem bijna verkopen, maar ik dacht nee. Maar het bloed van Ben Solis eraan. Zit er nog op. Dat dacht ik. Is het wat waard, denk je nou? Ja, dat gaat weer wat waard worden. Dit, ja, die bewaring. Die bewaring. Die geef ik door aan mijn kinderen. Er zit geen corona op, sowieso. Jij hebt zijn hoofd getatoeëerd. Klopt. Ja, ja, klopt. Van alles hier. Ja, ook van mijn portret van mijn zoon op mijn achterhoofd. Ja, dus we hebben het voorste stukje, die lettering is nog van Veerle. Ja, Veerle. London heb die gezet, ja. Daar heb ik mee samengewerkt ook. Ja, dat was bij
Jezus hoor. Kingdom. Kingdom, hè? Ja, ja, die man was vroeger mijn tourmanager. Mm. Zo is hij ook in het tatoeëren een beetje gekomen. Ja, dat is leuk hoor. Was wel leuk om te werken ook sowieso. Ja, velen die werkt één keer in de maand ook bij ons. Zo nou? Skinworks. Skinworks, ja. Ja, mooi hoor. Dus, ja, één keer in de maand komt ze nog bij ons. En dan zitten we frikandellen te vreten met z'n allen. Watercolor! Oh, dat is ook helemaal niks voor mij hoor, dat watercolor. Ja, maar dat is ook wel een beetje geweest, toch? Ja. Zij ja. zit zo echt mooi. Vind ja, ik. Dat ja. wel. Mooi. Weet je, het is echt wel talent, die meid. Ik vind het zelf niet leuk om te doen. Sowieso tattoo die niet blijft, vind ik niet leuk. En ik zeg het ook van tevoren. Ja. Ik zeg, dit is zo lang mooi, weet je. En als een oude klant is, zeg ik het ook tegen haar. Ik zeg, ja, het maakt eigenlijk niet meer uit. Ja. Ja. Nee, tegen de tijd dat hij eruit valt, ben je er niet meer. Dan zet ik alle fijnste dingen. Ja, dat maakt niet uit. Dan kunnen ze wel om lachen. Heb jij nog tattoos? Zit je vol al trouwens? Of niet nou, ik heb wel een paar tattoos, maar vol nog niet. Nee? Nee. Nee. Zijn er nog tattoos van mensen die je echt graag wil? Zoveel mensen wil ik wel, maar of de ruimte ervoor is, weet ik niet, maar ja? Jawel, jawel. Zijn er dingen dat je denkt van oei, dat had ik beter niet kunnen doen? Ook die heb ik, ja? Ook die heb ik, zeker, zeker, zeker. Ja, ik heb allemaal. Je hebt wat namen en wat dingen die echt weg moesten, weet je wel. Van wie zou je nog, wat wordt je volgende projectje? Ja, dat weet ik niet. Ik wil nog wel een mooi rugstuk hebben, weet je wel. Dat vind ik wel een belangrijk stuk voor mij. Staat nog niks? Nou, een stukje. Een stukje? Een stukje, maar ik wil gewoon... Hier heb je een stukje. Ja, oh ja, een stukje. Maar ik wil ook gewoon, ik zou graag mijn kinderen willen. Iets voor me, iets wat echt belangrijk is. Gewoon mijn rugpies is wel het belangrijkste piece, weet je wel? Ja, sowieso. En Rinto, is dat een tatoeëerder die jou aanspreekt? Want ja, Ben, die wordt veel getatoeëerd ook, hè? Wat je zei, hè? Door Rinto, ja, toch? Ik heb wel een paar van Rinto. Ja, ja, ik kijk binnenkort weer heen. Ik kijk veel naar Nicky Norberg en zijn een beetje, ja, weet je wel, er zijn een beetje artiesten die ik echt goed vind, weet je wel? Die ik gewoon volg. Ja, en Nicky, die zit in? Dat weet ik niet eens. Volgens mij zit hij ergens in Noorwegen. Okay. Ja, ja, ja. En het is echt gewoon ja, super realistisch, super vet. En jouw gezichtstatus, is dat van de laatste tijd of is dat al, heb je dat al lang? Ik heb het, het is met de tijd gekomen. Maar ik heb het, ja, ik had wel een gezichtstatus, denk ik, 6 jaar terug of zo, 5 jaar terug, zoiets. Weet je niet flink op uit? Ik bedoel, ja, in het begin, dat is best wel heftig, weet je, voor jezelf ook. Sowieso, als je doet, sowieso, toch, sowieso, tuurlijk. En, ja, maar ik doe, ja. Wat zet hij als eerste toen? Ik had toen Soels gezet. Dat was gewoon, dat was mijn eerste gewoon. Weet je wel, toen dacht ik ook gewoon van, ja, nu is het moment gewoon van, dit is gewoon, dit ben ik, weet je wel. Ja. En nu is er ook geen weg terug. Nee, precies. Ja, zo zeg maar. En zoals familie van je, zijn die ook getatoeëerd of niet? Ja, ik heb wel wat familie, maar wel ook bijna ja, heel veel niet, weet je wel. Dus ook ja, oude generaties moeilijkers. Zeg, adoe. Wat heb je allemaal gedaan? Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan met jezelf? Maar ja, het is voor mij gewoon, ja, het is mijn kunst, weet je wel. En ik, ja. Ze nemen je zoals je bent. Ja, precies. Zo ben je ook precies. Gewoon, toch? Ja, zo ben ik ook gewoon. Zo mezelf niet zonder tattoos. Nou ja, goed. Kijk, wat jij zegt, even op inhaken, gezichtstattoos. Ik heb, ja, mijn moeders kant is helemaal Indonesisch. Mm-hmm. En op een gegeven moment, nou ja, die praten allemaal niet zo thuis, zeg maar. Hè? Weet je, dat zijn sowieso niet praters. Dus. Ja, is anders. Maar op een gegeven moment, toen, mijn oma die zei bijvoorbeeld tegen mij, ja, ik vind het heel mooi, maar je moet ze niet op je hoofd nemen. Mm-hmm. Weet je wel? Niet zeggen waarom. Ja. Dus op een gegeven moment, toen hoorde ik dus, toen had ik het wel gedaan. En nou ja, goed, toen heeft mijn moeder echt 3 maanden niet gepraat met me. Ja, 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 ik ken dat en wel. Ik zei dat een periode. Maar toen was ik ben nou 51, bijna 51. En toen was ik 45 of 44 of zo, weet je wel. Dus op een gegeven moment, toen zei ze dus op een gegeven moment, in Indonesië, toen is mijn opa zo schijnt in Jappenkamp gezet. En dan worden ze kaal geschoren en dan krijgen ze een stempel op hun hoofd. Precies, andere tijden. Begrijp je? Dus ja. Als je dat dan weet... Ja, dan hou je het is ook moeilijk uit te leggen. Het is ook moeilijk uit te leggen. En dat te verantwoorden ook. Ja, ja, meerdere plekken geweest ook, zie ik. Meerdere kampen gezeten. Ja, ja, hij wil. Ja, precies. Nee, maar goed, ik bedoel, zou jij er rekening mee houden als jij, dat was mijn vraag ook dus. Van, of ik daar rekening mee zou houden, ja, van, als dat zo zou zijn. Als je weet van hoe of wat dat je familie daar... Ik wist het ook. En mijn ouders hebben allebei geen tattoos. En ja, en ik en mijn broertje hebben redelijk wat tattoos. Ja, mijn broertje heeft ook niet heel veel in zijn gezicht, maar hij heeft wel wat, weet je wel. En, ja, ze nemen gewoon... Ja, maar ik vind of je nou een klein dingetje neemt of je zit op een gegeven moment gelijk een groot stuk. Dat maakt ook niet meer uit. Kijk, Ben heeft een ankertje. Hè? Ja, mij is er meer allemaal de onder. Oh, ja. Ja, precies. Maar heb jij nog haar groeien of niet? Nee, in het midden niet. Nee? Nee. Okay. Dat komt door die giftige ringjes dat, hè?
Maar het was druk, man. Centerparks en werken tegelijk. En, ja, dan komt er de blauwe groen, weet je. Dan flik je haar. Oh. Dat heb ik ook. Ja, nou, daar hebben we een punt. Nee, maar goed, ik bedoel, dat is, ja, dat is toch wel een dingetje. Zo'n, we hebben die Crystal Matt hier gehad, van Tattoo Disasters. Ze hebben ook aan tafel zitten. En die heeft dus echt spijt van haar gezichtstattoos. Ja. Vind ik wel een dingetje. Ik bedoel, daar moet je goed over nadenken. Ja. Dat is sowieso belangrijk. Ja. Ik snap dat niet, Ja, en je voelt hem of je voelt hem niet ook. Als je hem stencilt, weet je wel, dan is het, dit is hem of dit is hem niet. Ja. Weet je wel? Ja. Ik denk dat je gewoon niet blij bent met jezelf dan, weet je. Want dit ben ik. Of het aangepraat wordt, of precies. Dat kan ook nog wel eens. Ja, dat gebeurt ook. Er is niks door. Ah, we gaan even een stukje zetten in je gezicht of zo. Nee, maar dan wil ik. Ja, kom op, man. Even een stukje. Ja, nee, maar veel mensen vinden ook belangrijk wat een ander van hun vindt, weet je wel. Dat is zo. Hier, ja, dat is ik mijn eerste hand aan toegekomen. Vertel eens. Vertel dat wel eens. Ja. Ik kwam de shop binnenlopen en ik had gewoon wel mijn sleeves, een paar kleine stukjes of zo. En hij had net een stuk op zijn hand laten zetten. Dus hij belt me op. Hij zei, je moet nou in de shop komen, man. Ik zeg, wat dan? Kom dan even. We hebben iets tofs. Oké, dus ik kom eraan. Ik zeg, wat heb je dan? Hier, moet je dit zien? Kijk, ik heb mijn hand net gedaan. Deze, die moet jij nemen. Ik zeg, die moet ik nemen? Ja, dat is helemaal te gek, man. Ik zeg, ja, je bent niet goed, joh. Weet je, ik moet helemaal niks op mijn hand. Jawel, joh, weet je, wacht. Ik bedoel even het stencil erop en zo. En 2 uur later liep ik de deur uit met mijn hele klauw vol. Godverdomme. Maar zo ging dat vroeger, hè. Mijn vader was daar koning in, ouwe. Hij had geen klanten. Hij plukte ze van de straat. En zijn standaardwoord was, you don't want this. No, you don't want that, you want this. En mensen wouden een naampje en hij zette gewoon een adelaar. 3 of 4 uur. Maar elke dag. Ja, maar die man zette wat hij zelf wou gewoon. Ja, hij kent het ook, weet je. Dat bestaat niet meer. Dat is prima, weet je. Ik vind het prima zolang het bij klanten gebeurt. Maar ik ben geloof ik al 30 jaar bevriend met hem. Ik heb geloof ik al een caravan gehad in Spanje. Een boot, een huis daar. En, oh, dit moeten we doen, want dat is super stof. En dit en dat. Ik heb jou ook een keer gezien. Dat je een vrouwtje kwam binnen van 1 vlindertje op de enkel. Die ging naar buiten met 25 vlinders over de hele been heen. En alles. Ja, maar ik vind, kijk, als je nu een tattoo, als mensen binnenkomen en ze zeggen van, ik wil dat en dat en dat. De eerste bijvoorbeeld noemen. Dan vraag ik altijd wel van, is de bedoeling dat je ooit verder gaat? Weet je wel? Sowieso. Ja, dat doe ik sowieso. Ja, dan hou je er toch al rekening mee. Dat is dat kleinere stukje, dat wordt al. Als ik bijvoorbeeld aan een arm begin, dan ga ik aan een elleboog beginnen. Want dat vind ik eigenlijk een beetje het centrale punt, vind ik hoor. Ik bedoel, het is vanuit daar werk en dan dat ik daarin kan en dat ik daarin ga. Ik bedoel. Ik heb dat gisteren nog gehad. Je moet je daar echt op voorplannen. Die vrouw die wil een koffer op van iets op de onderarm. En ik heb het echt gevraagd van tevoren ook. En toen werd het ook echt gewoon 1 lotus. Zo'n pat, zo groot. Die microfoon erbij hebben. Gewoon zo'n grote lotus eroverheen. En er zat gewoon één zo'n licht ding doorheen. Zo'n. Spul. Ja, wat is het? Zo'n ding. Ja, iets. En voor de rest nog niks, weet je. En gewoon alleen met blauw en paars. Een beetje lila, geel in het midden. En om voor de volgende keer om weer anderen erachter te zetten. Dan die achtergrond, weet je. Ja. Als je het gewoon zo laat zetten als één is het tattoo, zou ik dat nooit zo doen. Nee. Dan doe ik het weer compleet anders. Ja, precies. Ja, maar ja, goed. Ja. Dat zijn de dingen. Want we hadden het er straks ook even over. Want jij zet in principe gewoon alles wat de klant wil, toch? Ja, een on the fly. Dus ja, je moet dan denken. En ik kan ook niet voor gaan tekenen. Ik heb ook gewoon een leven, weet je. Ja. Een privéleven. Ik ben al gewoon echt druk op de shop. Vroeger deed je het veel dat je tekende thuis ook en alles van tevoren. Ik heb dat wel eens gedaan, ja. Maar 7 van de 10 keer zegt ze, nee, ik wil toch wat anders. Ja. Ja, heb dat, ik dat is, van, is, van niks die shit lopen doen. Ik doe dat niet meer. Dat is echt fucked up, man. Ik wil er echt van. Maar dat is wel een voordeel met die iPad nu, toch? Toch, ja. Dat je gelijk ter plekke. Photoshoppen. Ja. Van tevoren kan je een beetje zien hoe het eruit ziet. Ja. Je voelt de meter, de maat. En zo. Je kan printen wat je wil, weet je wel. Ja. Dat scheelt. Ja. Dat is echt top. Iets groter, iets kleiner. Vroeger moest je opnieuw de sensor tekenen. Dat was vermoeiend, ja. Ik vond het echt leuk, met de hand. Ik heb het meestal juist andersom. We hebben het ook nog gedaan. We hebben ook nog met de hand gedaan, Phil. Ja, dat was echt leuk. Ja, en een speechstickje erop. We gaan gewoon af en toe oefenen zo. Ja, ik ging nog naar Engeland. En daar ging ik gaspot doen. En toen had ik gewoon alleen een bord mee waar ik altijd op stencil. En ik was de enige zonder iPad. Ik was de enige zonder iPad. Iedereen was ook aan het lachen. Ja, en zei van, hij doet nog echt lang. Dit gaat lang duren ook. Ja, maar sommigen verdommen het ook, weet je wel. Ik bedoel, het heeft wel wat, weet je, handstenselen. Maar hij is zo'n eigenwijze lul die dat gewoon niet wil. Nee, maar ik heb ook niet het idee dat ik hem nodig heb. Nee, ja. Nou, doe ik heel veel freehand. Met een stift natuurlijk gewoon op een arm. Leuk, met die erop. Pen, ja dat en is dan, cool. Dan vind ik het al fijn. Maar wat je zegt, van tevoren tekenen voor een klant. Ik heb het juist
andersom niet aan mijn klant zeg van, dit wil ik niet. Maar dat je zelf iets gemaakt hebt, weet je, voor je klant. Of dit en dat. Dat vind ik te gek. Ga je het uitwerken. En dan die avond voordat ik het moet gaan zetten, dan ga je bed in. Dan lig je naald in. Morgen ga ik dit doen. Mm-hmm. En dan denk ik, dit is veel vetter. Ja. En dan de volgende dag komt die klant binnen en heeft alles al weggedonderd. Dus nee, we gaan het zo doen. Ik kan het echt niet meer, man. S'avonds ben ik echt thuis, man. Ik ben er niet meer mee bezig. Ja, ik ben ook thuis. Dat moet echt gewoon, man. Maar ik ken ook mensen, toen ik bij André Sparta ging werken met hem samen. Ja, hij is ook een vriend. Toen leerde ik echt om meer te tekenen, zeg maar. Ja. Bij mijn vader was het alles van het bord af, weet je. En gewoon beter maken als het kan. Dat vind ik nog steeds ook wel het leukste, hoor. Maar toen bij Sparta, toen ging ik van scratch gewoon tekenen, weet je. En de hele dingen, ik heb zo'n grote vis gemaakt met achtergrond, met een zo'n vulpotloodje. Ook al die shading, weet je, hebben fucking lang geduurd. Maar ja, dan leer je wel weer anders tatoeëren, weet je. En dan heb je weer een hele andere kijk erop. Heb jij toen bij André gewerkt of niet, bij Sparta? Ja, in Horen, ja. Daar heb je ook veel van geleerd dus, neem ik aan. Ik bedoel... Ja, ik heb echt van verschillende mensen echt verschillende dingen allemaal geleerd. Ja. Je blijft, zolang je tatoeëert, blijf je van iedereen leren. Bij Sparta was het smooth shading, mooie lijnen en tekenen. Bij mijn vader was het gewoon, de lijn moet er dik in, de kleur moet er dik in. De shading is bijna allemaal flick shading, weet je, met één kleur. Ja. Een blinde moet hem zien, die lijn, bij je vader. Ja, zo. Hey, die tattoos van mijn vader deden het CS van alles. Ja. Maar, hoe ouder hij werd, hoe zeerder het deed. Oh ja? Ja. Maar wat is dat dan? Ik bedoel... Mijn vader is gewoon een echte oldschool tatoeëren. Ja. Alles blijft er ook goed in zitten, weet je. Ja, je krijgt garantie tot 3 dagen na je dood. Wat ik nog heb, ja. Ja. Maar ook alles. Dus als je ging shaden, was het ook gewoon een hart in, weet je. Maar ja, zo heb ik wel echt geleerd hoe koffer op ze moet zetten en zo. Dat is dat meeste wat ik doe in de tattooshop. Ja, je had nog wat meegenomen, zie ik achter je staan. Ja, dat vond ik gewoon leuk. Het is gewoon leuk om over te praten. Dit brengt me echt terug naar vroeger. Ik ging altijd in elk land met mijn vader naar tattooshops. En dat zag er vaak zo uit. Dus ook met hakenkruisen nog. Vliegende piemels. Vliegen, ja, dat was jongen. Die piemels. Ik weet nog iemand die hem heeft laten zetten. Zo. Ik vind die ontwerpen nog zo tof. Ik geef af en toe eentje gratis weg. Ja, vet is dat, hè? Ja, ik vind het gewoon mooi. En toen kon er nog hakenkruisen. Dat is gewoon normaal, man. Om dat te zetten. Maar waren dat hakenkruisen of swastika's dan? Ja, swastika dan. Ja, ik bedoel, de ene zet hem. Weet je? De ene zet hem voor een nazi. De andere zet hem omdat hij. Als ik het zie, is gewoon nazi. Ja, klopt. Ik heb ze wel gezet, hoor, bij mensen ook. Mm-hmm. White power, black power. Ik heb alles gezet. Ja. Hey, en heb je die allemaal al een keer gezet of niet, Ben? Nee, jammer genoeg niet. Nee? Zou ik wel willen. Welke zou je graag willen zetten nog dan? Allemaal. Die vliegen het prima natuurlijk, jongen. Oké. Okay. Ja, ik wou bijna zeggen, die is van mij, man. Want ik zeg altijd tegen mensen, die komen er binnen, ze weten niet wat ze willen. Ja. Ik kan daar gewoon niet mee, weet je. Ik ga echt niet voor jou zien wat je wil. Dan zeg ik altijd, ja, ik doe gewoon een vliegende lul. Ja. Ja. Dan zie je ze, Ja, wat wil je dan? Een papegaai en moet ik dat allemaal voor jou voor gaan zeggen? Ik kan daar niet mee. Vroeger was het gewoon, ja, die vind ik mooi, weet je. Mijn vader koos ze uit voor hun. Ja, hij zei, die ga ik vandaag zetten. Dat deed hij ook. Ik zweer het je. Ja, maar vroeger was het ook, toen ik mijn eerste tattoo liet zetten, was met Dickie de Wit. En dan kwam hij op de Predikerenstraat nog, kwam hij binnen in het shoppie. En ja, weet je wat Dick zelf zegt? Van, hey, je hebt een heel druk behang. Maar dat was gewoon allemaal plaatjes. Ja, ja. Ja, wat wil je hebben? Oh ja, wacht even. Zo'n Utrecht, dat kwam ik ook altijd. Ja, die. Doe die maar, weet je. Ja. Je koos gewoon wat. En die ging erop. Je was hartstikke blij. Niet kleiner. Nee, dus. Ja. En zo iemand als Ron Eckers, die tekende dan gewoon gelijk op de hutte. Hoe groot wil je hem? En gewoon tekenen met de pen. En gewoon tatoeëren, klaar. Ja. Dat was helemaal hard, jongen. Ja, weet je. Ja. Dat is wat we toen over hadden. Dat, in het begin. Want hij zei met die speedstickies, toen je nog die afdrukjes. Oh. Weet je, hij had het ook als je die afdruk erop had. En je had hem niet goed inlaten drogen, weet je. Je veeg één keer, was hij weg. Dus op een gegeven moment kon je ook alles wel tekenen. Want je moest wel. Dan had je drie lijnen gezet. Zijn en dan veeg je door. Zo, Art heeft nog een depper. Hij ging Art vegen. Zo, hè. Ik was altijd een veger. Een deppertje. En hij heeft me naar depper toe gebracht. Ja. Die hele stencil nog aan het einde. Op een gegeven moment begrijp je zelf al waarom je niet meer vegen, denk ik. Ik veeg nog steeds wel. Dat gaat er niet meer uit. Maar nou wel met iets meer liefde, weet je wel. Ja, ik weet wel, dat was de tweede tattoo die ik toen moest oefenen. Toen moest ik lijnen moest ik oefenen. En dat was zo'n Cherry Creek clown, was dat? Die fles ken je ook nog wel. Ja, zeker. Cherry Creek, ja. Maar er zat heel veel lijnen in het haar. Dus hij had zoiets, die ga je zetten, want die moet je oefenen. Dus ik had dat ding erop geplakt. Ik dacht, nou, laat ik maar beginnen met het haar. Dus ik dat haar helemaal doen en toen was ik daarmee klaar.
En ik kijk, zo heb ik met mijn hand het hele gezicht weggeveegd. Oh, weet je, ja, dan zie je zo overheen. Oh, toen heb ik het ook warm gehad, jongen. Ja, ja, dat kreeg je warm. Je tweede tattoo die je ooit moet ja. Ja, het is ook wel een voordeel als je airco in je shop hebt, hè. Dat is ook wel lekker. Ja, dat scheelt ook wel. Want op een gegeven moment, dat was ook zo, dan waren ze aan het zweten. En voor tatoeëren ga je toch wel zweten, weet je. Dus op het moment dat sowieso. Eraf veegt, dan tenminste hem. Deppen. Dat is ook deppen, rustig deppen of niet, Ben. Lach, deppen. Ja, deppen. Die doe ik dan meestal. Ja. Ja, maar dat is ook vaak als je met de stifter gewoon freehand zit te doen. Weet je, zo op de huid en in de zomer, weet je. Dan. Weet ook heel fijn, ik heb van Sparta geleerd. Gewoon je bekertje water, gewoon je doekie. Die vouw ik heel netjes altijd, hè? Precies. Ja. Hier en zo. Hoekie en het water gewoon. En dan gewoon daarmee schoonmaken. Ja, dat waar je die hele lijnen zet. Oh. Dat heb ik vroeger ook veel gezien. Dat deden, ja. Dat is echt fijn. Ja, dat loopt hem gewoon zo. Heb je alleen dat hoekje, toch? Ja. Ja, precies. Je hebt die altijd. Inderdaad. Bij de hele vingertje in valt of zo. Eroverheen. Ja. Dat is wel een goede borrelplank. Of niet? Ja, ik denk het wel, hè? Ja, sowieso. Ja, het is. Maar normaal gesproken, maar dat is mijn fout. Want hadden we nog een flesje drank erbij, weet je wel. Die moest we ook Rinto op alles opgedronken. Dus, nee, die had pech. Toen hadden we die sponsor nog niet. Oh. Die kwam echt die uitzending die ernaar was. Ja, precies. Ja, met die Hyde Park. Die was ook lekker. Highland Park, dus ja. Want nog een Rinto reageerde al gelijk van kut. Ik kom nog een keer terug. Hey, mag ik een keer guesten dus? Ja, sowieso. Oh? Ik kom wel een keer guesten, sowieso. Samen met Ben? Hey? Ja, leuk. Ja, kan sowieso. En waar hebben jullie? Keer? Moet ik wel plannen, dat kan het wel. Ja, ik vind dat heel leuk. Want we gaan, dat vertellen we elke uitzending ook. We gaan ook een Inksmijter festival gaan. Een festivaletje gaan we organiseren. Een meeting. Weet je, een meeting. Iedereen die in de uitzending is geweest. Lekker bij elkaar neerzetten, weet je. Dan kun je informatie uitwisselen, weet je. Over tatoeëren, over... Cool. Dat is wel leuk. En dan kan je ook ziet spullen... elkaar weer eens een keer. Ja, ja, dat is cool. Dus dat zit er allemaal aan te komen. Dus daar zijn jullie ook van harte welkom bij natuurlijk. Tof, man. Ja, leuk. Nee, super. Wat zat er achter jou eigenlijk? Ja, die heb ik toen gekregen van Uncle Derek Campbell. Een keer van mijn verjaardag. Ik kreeg altijd hele leuke cadeaus van hem. Is een tekening van Ed Hardy. Die jas. Maar het cool is aan die tekening is dat hij dus de wereld over is gegaan. Die rechterkant is in Tokio gemaakt. In het vliegtuig ook, volgens mij. Oh ja? En in California, die linkerkant. Van Ed Hardy dus. Ja. Ja, vet. Ja, ik had wel heel veel tattoos van hem gezien in het echt. Maar niet echt een tekening of zo. En dan heb ik het gewoon zelf. Cool. Ja, dat is wel cool. Dus jij bent eigenlijk, zoals Molly, ook een beetje zo'n verzamelaar, hè? Jij, volgens mij. Ja, ik vind het wel leuk. Ik heb ook zo'n tekening van Molly gekregen. Zo'n zeilschip. Oh ja? Die laatst gemaakt met die stencils ernaast, toch? Ja. Die had hij opgestuurd. Spreken jullie wel elkaar nog wel eens? Ja, zeker. Ja. Instagram, hè, tegenwoordig. Ja. Ik ben wel bevriend met veel tatoeëerders. Dat zijn wel een beetje ook mijn mensen, weet je. Maar, ja. En jij, Sal, heb jij met een hoop mensen contact, tatoeëerders? Jawel. Veel nieuwe. En, Maar vragen ze je ook van, wat ben jij mee? Wat doe jij dan? Hoe die ideeën? Ja, ze vragen me wel eens, maar ja, het is ook moeilijk uitleggen, weet je wel. Het is ook een gevoel. Ja. Weet je wel, dus ja, hoe leg je dat uit? Precies, ja. Ja. Ik kan ze uitleggen hoe je dat moet doen. Het is een basis die je leert, maar, en dan moet je zelf uitzoeken voor de rest. Ik heb het zelf ook altijd uit moeten zoeken. Ja. En wie, sorry nog één keer, want ik weet niet of het nou beneden was of jou hier zeiden. Van wie heb jij het nou echt geleerd? Nou, ik heb heel veel mezelf aangeleerd. Echt waar? Ja, echt waar. Ja. Ik had niet echt veel tatoeëerders om me heen. Of ik had niet veel... ik had wel wat jongens. En in de moeilijkste wereld zitten ook wat jongens die tatoeëren, weet je wel. Maar echt de info. Ja, je moet gewoon alles... Ja, veel op mezelf getatoeëerd. Ja. Veel, Dat vind ik toch wel knap als je dan zo ver komt. Zo. En toen... Kan ik even nog gaan pissen, man? Ja, natuurlijk, man. Voor mij loop ik één biertje voor op jullie. Vergeet je schot niet uit te doen. In ieder geval wel twee wc-bezoeken. die zijn wel voor, ja. Hoppa. Hups. Nee. Hey, maar hoe doe je dat als je dan in het begin... Weet je, want wij hebben natuurlijk... Wij zijn in de shop, zijn we in de leer gegaan. En dan krijg je ook te horen van... Maar voor hetzelfde geld, weet je, denk je van, nou, die naald steekt er een centimeter uit. Die douwen we er helemaal in of zo. Kijk, het is ook een soort van proces ook, weet je wel. Dus ik ben ook gewoon begonnen met op mezelf tatoeëren. En ik denk dat heel veel dat zo begonnen zijn. Maar dat hebben iedereen die bij mij werkt heeft dat gedaan, weet je wel. Dus we proberen wel gewoon een beetje het oude intact te houden. Ook qua geschiedenis, qua, weet je wel, qua leren, weet je wel. Ik heb ook een jongen al
twee jaar meelopen. En die begint nu pas met tatoeëren. Maar ja, dat is ook... Weet je, ik heb zelf ook veel getekend. Veel blijf schilderen. Ik blijf dat soort dingen doen. Ja. Weet je wel, ja. Verwacht je dat ook voor je personeel? Of de mensen waar je mee werkt? Ja, vind ik wel. Ik kan ook gewoon, ja, je moet veel dingen weten, weet je wel. Je moet inzicht hebben in de schrijf. Ja, je moet wel die drive hebben en ja, niet alleen van de centen zitten. Precies. En dat is wel moeilijk tegenwoordig, weet je wel. Om echt loyale mensen te vinden die dat echt... Ja, of nou ja, die dat daarover hebben, ja. Ik bedoel, het is wel de, tenminste bij ons wat ik zie, maar ja, dan wil ik je 5 dagen in de shop hebben. Ja. En net wat je zegt, heel goed, 2 jaar ben je onderhand wel bezig. Precies. En als er iemand is die wat meer talent heeft, dan weet ik voor wat die na een jaar of anderhalf jaar al ziet, weet je wel, van nou, die kan wel wat al. Ja. Nee, top, dat is een goede... Dus je hebt 1 leerling? Ja, ik heb een leerling, hij is nou net een beetje eruit, dus hij doet wat kleine dingen. Het gaat, ja... Maar ik ben wel super... Daar is hij, hoor. Dat komt door het schortje. Dan werk ik op die blaas. We hebben onderweg nog 2 colaatjes opgedronken. Ja, maar ik ben wel streng, weet je wel. Dat wel. Ja. Dus, maar dat is meer voor hemzelf. Maar streng in de zin van... In de zin van alles eigenlijk. Dus weet je al, hoe je met je klanten omgaat. Hoe je, gewoon een beetje waar alles bij... Ja, alles komt erbij kijken. Ja. Dat is jouw job natuurlijk. Dus als dus, het misgaat, ja, dan ook, sta jij... Dat is, ja, zeker. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar ook voor zichzelf, weet je al. Ik wil ook, ja, ik wil ook niet dat hij... Eerst part dat ze denkt, ik wil het nooit meer doen. Ja, precies. Snap je? Dus hij moet er ook zelf klaar voor zijn. Ja, dat sowieso. Ik bedoel... Oh, ben buiten adem van die trap, hé. De wc is trapje op, trapje af. Ja. Zijn er dingen die je van Ben hebt geleerd of genoeg. Niet? Ja? Genoeg. Ja, ik heb heel veel dingen van Ben geleerd. Ja, zeker. Zeker. Zoals? En ook heel veel dingen gezien dat ik dacht van, oh shit, dit kan zo ook zo. Dit kan ook zo. Precies. Ja, nee, maar kijk, ik bedoel... Maar met tatoeëren ook... Maar ja, nee. Nee, maar gewoon, maar kijk, hij tatoeëert natuurlijk al een hele lange tijd. Ja. En ik had de eer om samen met hem te werken. En ja, ik leer heel veel dingen van hem, weet je. Van elkaar, van elkaar. Ja, van elkaar. Van curves. Heb ik jou procreëerd. Hey. Curves, dat is wel even mooi. Ja, nee, maar ja, kijk, ik bedoel, ja, hij kan goed lijnen, hij kan goed... Goed kleuren, goed... Dankjewel, ja, bro. Sowieso. Hij is zo lief, weet je wel. Nee, maar koffer ook, weet je wel. Ja, koffer is toch een moeilijk ding. En het moet ook goed gebeuren. Weet je wel, je wil ook niet dat die tattoo er doorheen komt. En maar hij flikt het wel elke keer. Hoe koffer jij als jij met schaduwwerk zit? Ik bedoel, je zit met heel lichte... Ja, ik zeg van tevoren al van, luister, als die tattoo zo is, dan wordt die daarna gewoon zo, weet je wel. En hou rekening met er komen donkere stukken in. Dus ga zoeken naar iets dat iets donkers wil. En wil je dat niet, ja, dan zul je eerst moeten lezen. Maar hou jij dan ook al rekening met wat voor inkt eronder zit, waar je overheen gaat? Ja, ik voel ook de huid, gewoon hoe de huid is. Dat is belangrijk, weet je wel. Diegene misschien heel diep gezet heeft of niet. Of je moet er nou ook nog overheen tatoeëren, weet je wel, wat is mogelijk. Ja, precies. Op het moment dat er littekenweefsel of dat soort dingen... Precies. Ja, precies. Dus iemand gaat 4 keer, voor de 4e keer, zo eroverheen. Ja. Dat is wel weg. Grote zwarte vlek. Ja. Maar ja, kijk, je moet er goed bij nadenken, weet je wel. Koffer liever niet. Nee. Voor mij dan. Nee, ja, ik vind het eigenlijk altijd wel leuk om te doen, koffer. Ik ook wel. Ja, nee, maar kijk, ja, mensen zijn die tatoeën zat. Dus alles wat je doet, worden ze blijer van. En als je moet wel een beetje de vrije hand krijgen, weet je. Op wall-to-wall werken. Ja, ik vind dat zo. Ja. Ik had op een gegeven moment, je had zo'n programma. En dat was volgens mij in Engeland of zoiets. Ook, die jongens deden ook alleen maar... Het was ook iets van Tattoo die zelf. Disasters, ja. Oh, met Dan Gold. Klopt. Ja, met die robots. Dan Gold, Er waren dus helemaal mensen die hadden zeg maar zo'n stukje staan of zo. En dan zetten ze zo'n ding over. Met zo'n zwarte vlek. Ja, maar daar hadden ze iets van, ja, moet je kijken. Maar bij ons in de praktijk werkt het zo. Als ze zo'n stukje hebben, dan willen ze er zoiets overheen hebben, weet je. En dan ook nog een keer helemaal open gewerkt, het liefst. Ik vind dat wel het fijnst, hoor. Om zo compact mogelijk omheen gewoon te kofferen. En dan dingen gewoon adden. Of iets groter of zo, weet je. Maar ik vind het altijd wel een uitdaging om te doen. Maar vind je het dan fijner om met kleur te kofferen? Ja. Ik wil niet met zwart-wit kofferen. Nee? Nee, dan moet ik sowieso veel met wit gaan doen. En je ziet het toch wel er doorheen, weet je. Ja. Vind ik. Maar dat wit vind ik toch al zoiets een beetje... Ja. Ik vind wel die grijs tinten van Dynamic, hè. Fusion. Of Fusion zijn ze. Die grijs tint, die lichte, die donkere. Ja, dat zijn eigenlijk goede kleuren dan. Ja. Maar dat keer, daar krijg je ook al een hoop mee weg. Ja, en die concentrate purples en die blues en die... Ja, ik zie ook wel dat mensen dat doen echt met die grijs tinten als kleur, zeg maar. Niet als waterschade. Ja. Ja, maar het is ook maar het is ik ook wil, ik wil die kan die opgaan, want dan lijk ik weer veel te oldschool, denk ik. Te simpel, want hoe moet ik al die details in gooien met al die verschillende kleuren grijs? Maar je krijgt wel een hoop contrast als je daar met zwart in werkt, toch? Ik bedoel... Ja, wel, ik heb nooit echt zo... Mijn vader deed wel zo'n koffer ook, hoor. Ja? Maar ik vind... Oh, maar je hebt het over koffer, vind ik veel...
fijner om te doen. Om dan echt met grijs te kofferen. Ik weet dat als ik met die kleur doe, zie het gewoon niet meer terug. Klaar. Ja. En met grijs, ja, dan moet je terugkomen. Kijken hoe het is, weet je. Misschien donkerder maken. Ja, dat heb je af en toe wel eens, weet je. Ja. Ik geef het er wel eens een klant af, joh, weet je. Ik kan dit wel kofferen. Maar als ik hem na één keer gedaan, moet ik nog wel even terugkomen. Dan kijk ik even wat ik nog moet doen. Ja, tuurlijk. Maar het wordt wel fijn. Maar ik vind het altijd voor mezelf ook wel vet, weet je. Als je inderdaad als mensen met een stuk aan komen, je zet er iets overheen en het lukt ook, weet je. Dus ze komen echt gewoon terug en je denkt van ja, fuck, dat hele ding is weg, weet je. En er staat dan gewoon een andere tattoo. Ja, dat is vet. Maar dat is wel wat jij zegt, weet je. Die onderste, die moet dan niet fucking dikke littekens hebben. Ja, dat is vaak. Het is nooit ideale huid. Nee. Wat stond daar, Mem? Daar stond Mem, maar daar heb ik toen Janita van gemaakt zelf. Kun je het zien? Ja. Dat vind ik leuk met cover-ups, weet je. Ja, met een naam, gewoon een compleet andere naam gewoon neer te zetten. Ja, maar op een gegeven moment dan zie je het ook niet meer wat er staat. Hè? Op een gegeven moment heb je zoveel... Dat was in Utrecht bij die jongens onder de dom, bij Mark Graans. Het was er een kerel en die had Ineke had die op zijn donder staan. Maar ja, dat was uit. Dus, dus ja, er moest iets mee gebeuren. Dus hun zat ook al een beetje zo. Toen had de kerel zelf zoiets van, ja, zet er even een H en een E voor en een N achter. En toen stond er in één keer Heineken. Ja. Ik, ja, je moet er ook maar op mooi, komen, weet man, je. Dat is mooi. Hij zei, ja, daar blijf ik altijd van houden. Ja, hey, het is wel beter dan een grote zwarte vlek. Precies. Ja, kijk, zoiets dit. Ja, deze heb ik al, denk al 12, 13 jaar of zo. Zoiets. Ja. Wel een stukje over heel land zitten, maar goed, ik ben helemaal klaar mee. Hey Ben, in die, heeft het jou, ik heb het over tatoeëren, heeft het jou in de lift gezet nog, dat je nog drukker werd toen je de Voice won? Of toen je bekend werd, laat ik het zo zeggen. Dat mensen gewoon dachten van, weet je, het maakt niet uit wat hij maakt, als ik maar getatoeëerd word door hem. Ja, dat kwam later, want toen kon ik niet meer elke dag in de tattoo shop zijn. Was ook echt niet leuk, want er stonden gewoon te veel mensen voor het raam en ik werd echt lastig gevallen. Toen zat je in Hoorn? Ja. Ja. Toen heb ik wel nog in het weekend gewerkt of thuis of ergens waar het rustig was. Ja, ja. En toen later ging ik pas weer echt in een shop werken. Het was niet echt te doen. Dus je tattooer heb je eigenlijk op een laag pitje moeten zetten toen, of niet? Ja, nou, ik was super druk. Ik werkte in 4 shops tegelijk. En, vergeleken met dat was het wel een laag pitje dan, ja. Gewoon even wat rustiger aan. Ja. In plaats van elke dag tatoeëren, dat ging gewoon niet meer. Ik moest ook optreden. Shops, en, ja, heb jij nou meegemaakt, hè? Enschede, Zwarte Markt. Ja, sowieso. Overal ging ik heen, Alle kanten op. Ja, ja. Maar dat was natuurlijk onderhand elke dag optreden. Ja, ook ja. Ja, het hebben me daarna wel veel klanten gebracht, sowieso toen ik met mijn broer samenwerkte en zo. Ja. En nu komen ze ook overal vandaan. Ik had van de week iemand uit Zeeland, vandaag iemand uit Groningen ergens. Ja. Ja. Ja, dat is leuk, hè? Als ze dan komen. Ja, ik vind dat wel leuk, ja. Als ze bij mij ook al komen, dan wil ik het... ik vreken altijd een beetje benzinekosten. Ik weet niet waarom. Dat vind ik altijd leuk, hoor. Dat ze zouden moeten nemen voor je naar je toe te komen. Terug, zo. Ja, ik dacht, fuck it. Ze komen gewoon voor je daar een avond aan. Ja, dat moet je op dit moment niet meer doen. Prijs is ook altijd moeilijk. Ik zit best laag, hoor. Ik zit op €100 per uur. Ik heb voor 150 gewerkt, ook al meer. Maar het is gewoon, ik wil het ook voor meerdere mensen toegankelijk maken. Ja, maar ik vind het juist goed als je 100 euro vraagt. Ik bedoel, ik hoor alleen maar bizarre prijzen. 180, 200, wat ze vragen. Maar net wat jij zegt, zo is door rustig aan, weet je. En, wij zitten op 120 euro per uur. Ze zeggen iedereen, tenminste, dat weet je, bent veel te goedkoop. Ja, dat het goed is. Ja, vind ik ook. En ik vind voor hetgeen wat we doen, ik vind het heel leuk. Ik vind het nog steeds leuk. Ga maar elke dag plezier aan het werk. En je maakt het toegankelijk voor iemand. Ja. Rijp je? Dat is precies wat jij zegt. Dus dat is, ben ik helemaal mee eens, hoor. Ik vind het ook raar, man. Als ik 5 uur heb gewerkt en dan ga je 750 euro vragen. Ik heb het wel eens gedaan, hoor. In andere shops. Ja. Maar ja, ik vind dat... Ik weet niet, man. Ja. Het is zo... Ja, ik weet niet. Zo veel, man. Ja. Nou, ik heb wel eens op een gegeven moment... Dat was in het begin ook. Toen werkte ik in Amsterdam... En op een gegeven moment, toen kwam er iemand binnen en die had een heel mooi stuk. Die wil ik zo graag zetten. Maar hij had maar 500 en dat stuk was dan zeg maar 800 of 900. Maar ja, het is niet mijn shop, dus ik kon niet zeggen, is goed. Ik zei, weet je wat, laat mij deel maar zitten. Ik wil dat stuk gewoon graag zetten en betaal hem maar dan, weet je wel. Ja, dat maak je denk ik ook niet meer mee veel, denk ik. Fuck het, dat toch niet. Ik heb niet eens een uurprijs. Dus, jij maakt gewoon een piece. Ik zeg gewoon, dit is de prijs en ik blijf de hele dag. We strijden gewoon door tot het eind. Ja.
Ja. Maar dan werd het ook beter voor je hoofd, toch? Zo relaxed. Ja, maar kijk, als diegene het volhoudt 10 uur lang, dan gaan we 10 uur lang door. Maar hoe maak jij je afspraken dan? Ik bedoel, maak jij dan per persoon gewoon de hele dag? Of ja, doe ik heb gewoon, één iemand de hele dag. Weet je, als ochtends doe ik soms nog een bijwerken. Hij werkt tot laat. Ik werk tot laat. Ik werk tot 's nachts. Ik soms tot 11 uur is hij nog werken. En, ik zag het met dat leeuw, met die leeuw met het rugstuk. Hij doet klopt. Die zien we hier achter je, toch? Klopt. Ja, die jongen was ook een strijder, hoor. Dus dan, die heb je gewoon in een dag gezet? Ja, klopt. Ja, dat hebben we wel, ja, het was wel 14 uur werk of zo, weet je wel. Ja, dat is nog snel, toch? Dat is dus wel snel. En dan ben je, nog niet klaar. Weet je, als dat weer, dan ben je nooit klaar, denk ik. Maar goed, dan laat je hem genezen en dan laat je hem terugkomen. Ja, precies. En dan doen we gewoon rustig aan, weet je wel. Precies. Maar de hoofddingen staan er allemaal op. Ja, kijk, ik doe het ook niet. Is hij verdoofd dan of niet? Nee, hij is niet verdoofd. Nee, sowieso niet. Maar is dat, niks wat 14 uur verdoofd is. Nee, voor mij die houden dat niet vol, joh. Nee, dat is ook niet. Hyperklantje, maar Ivo. Hey, ja. Die gast maakt niet uit. Axel. Oh, zijn benen kniehalt, dus ik blijf gewoon zitten. Ik heb een keer 16 uur één stuk gezeten. Gewoon vast van de vorige dag, s'nachts doorkom. S'ochtends ontbijt brengen. Ja, maar dat soort, ja, dat is ziek, weet je wel. Zonder verdoving of zonder iets, gewoon, weet je wel. Ja. Ja. Maar, ja. Maar die was verlamd over zijn hele lichaam? Of? Niet. Ja, hij had gewoon laatst whisky gedronken. Hij is gewoon helemaal dicht getatoeëerd, weet je wel. Met dingen die ik vet vind, die hij vet vindt. Ja. Ik ken ook die piece van jou, die gast met die horrorplaat over zijn lichaam. Dat is Ivo. Ja, dat is Ivo. Dat is hem, ja. Dat is een dik. Ja, dus met hem heb ik veel. Dat zijn nou echt stukken, hè? Waar je kan zien wat de tatoeëerder wil. Ja, dat klopt. Of niet? Hij is wel heel streng in wat hij wil. Ja, maar goed. Maar ik krijg wel de hoe groot hij het wil, dat is vrij, weet je wel. Ik ken die piece. Dat is echt fucking dik. Ja, klopt. Ja, we zijn nog ver. Dus we zijn al benen, zijn we al bijna daar. Dus dat is full body. Als je gewoon sommige stukken ziet, weet je wel. Dat gewoon zo gelikt is en zo, dat het gewoon niet mooi is meer. Begrijp je wat ik wil zeggen? Ik snap wat je zegt. Ja. Hier zie je hem. Hier. Ja. Ik hou wel echt hij van... Hij lacht nog maar. Dit is alleen dat moment, hoor. Dat het klaar is. Ja, maar even voor de foto. Voor de foto. Maar nee, hij lacht de hele sessie door eigenlijk. En hij praat. Het is echt absurd. Ik heb ook mensen die echt met de meeste verdoving komen. En het moet in 10 sessies. En hij gaat gewoon door dat ik niet meer kan. Begrijp je wat ik zeg met dat sommige tattoos gewoon te mooi zijn? Ja, soms zijn er wel te veel gefotoshopt en zo van mensen. Maar doe je Photoshop of niet? Ik doe zeker weten Photoshoppen, ja. Zo. Jij ook? Ja, schetsen, nee, ja, alles, maak gewoon nee, een soort... Nee, ja, maar je doet je tattoos toch niet photoshoppen, dat niet? Nee, met Photoshop... Nee, je tattoos, bijvoorbeeld. Je foto die je maakt. Ik denk, nee. Ik dacht gewoon photoshoppen, ja zeker. Nee, als de klant getatoeëerd is, foto's maken... En dan die Photoshop bedoel photoshoppen. Je? Nee, dat kan niet. Nou, ja, dat doen wel veel mensen. Ja, maar dat is toch niet wat je ziet, wat je krijgt. Je verkoopt niet eerlijk werk, laat maar zo zeggen. Tattoo Ends Fury of zo op Instagram. De Tattoo True Fury, ja. Ja, weet je wat het bedoeling ervan is? Als jij dat doet, weet je, ik kom bij jou aan... Ik zeg van, dit heb je echt vet gemaakt, dit wil ik ook. Ja. Maar dan kan je het nooit meer, dan heb je het gezet. Denk, is het ja, vis? Nee, makreel. Het is wel raar, ja. Ja, volgens mij is het vis, ja. Oh, is lekker makreeltje, hè. Wat verdomme. Ja, ik ga ervoor. Maak ja, nou, ik maak... moet eten, man. Ja, oh, ja. Slam dat mak aan. Slam dat aan. Slam dat mak aan. Ennak. Ja, ennak, ja, dat sowieso. Nee, maar dat zie ik ook wel, bijvoorbeeld, weet je wel. Dat je, ja, dit soort stukken en dan denk ik van, ja, weet je... Ik zou er niet eens mee rondgelopen, omdat het te mooi is. Ja. Ik heb gewoon, ja... Ja, ik baal ook wel. Kleuren met blauw vervoer en dit. En het zit door elkaar. Ik vind dat een tatoeëerder gewoon... Je ziet ook wel de meeste wat tatoeëerders. Ja, ik heb zelf ook geen mooie tattoos, maar ja... Maar ze zijn het toch veel waard voor je? Ik bedoel, tenminste de meeste... Ja, voor mij wel. Voor mij wel. Ik zou geen eentje niet willen hebben. Weet je wel, gaan zitten erover en we gaan over je tattoos praten... dan zitten we hier over 5 uur nacht. Ja, ja, sowieso. Het is een verhaal. Toch? Sowieso. Ja, het is maar ook, ik moet zeggen, weet je, die Nick, weet je, uit Culemborg... Ja. Die is nou bezig bij Pancho... In Utrecht, om voor een sleeve. Ja, fuck, joh, weet je. Pancho is zo'n Salvador Dali. Zo'n hele grote Salvador Dali over zijn arm heen. Pancho, die clown. Goeie, was Popoff. Andere Pancho. Dat was Popoff. Nee, dat is voor Circus Reds. Ja, ik weet wel Pancho, hij zet vatte dingen. Oh, sowieso. Maar dan zie je hem in het echt en dan denk je, dit is gewoon nog top. Ja, dat is gewoon helemaal next level. Ja, het is een beetje een dubbel gevoel, weet je wel. Dus ja, wat is echt en wat is niet echt? Weet je wel, daar zit je een beetje in. Want heel veel tatoeëerders zijn wel gewoon zo goed.
Klopt. Ja. Maar er zijn er ook wel die niet zijn. Want je hebt af en toe mooi zie die kleuren. Even. Dat je denkt, van, dat kan nooit. Mooi voor even, maar niet voor het leven. Ja, ah, ja. Dat. Dat ja. Ja, ja, je gaat er ook mee door de zon. En je gaat er mee door de zee. En weet ik veel wat. Zou jij met kleur zetten of niet? Zal ze er naartoe komen? Zeg jij, ik heb wel eens gedaan. Maar ik vind wel, het moet wel je ding zijn. Weet je wel. Het is niet mijn ding. Weet je wel. Ik hou gewoon van black en grey. Ja. Ik ben maar kan jij die kleuren goed zetten? Ik zet hem. Ja, ik kan wel een hoop. Ja, ik kan wel een hoop. Ik denk niet dat ik de old school. Ik kan wel wat realistische kleuren dingen. Heb ik ook wel. Maar schilderen doe je het wel. Ja, dus ik heb er wel gevoel voor. Maar ik heb het met tatoeëren heb ik gewoon. Black and grey is dat gewoon voor mij. Ja. Weet je wel? Ja, dat vond ik ook als ik zo teken. Nou, ook gewoon van. Ja, gewoon van met potlood gewoon zwart-wit. En wit, gebruik je veel wit of niet? Ik gebruik wel niet extreem veel wit. Highlights. Ja, en, vooral de ogen. En je verdunt je zwart of je hebt ook grijs tinten? Ik heb grijs tinten. Ja. 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 Dus ik gebruik zelf veel van World Famous. Weet je wel, dus dat vind ik sowieso een goede inkt. En, is dat die hier wel verkocht mag worden? Nee, die komt in een nieuwe lijn. Die hebben al een nieuwe lijn uit. Of tenminste, die is schijnbaar goedgekeurd. Maar... Ja. Hey, de nieuwe vintage ink van Intense, die slaat helemaal nergens op. Die purple nurple. Ja, die kleur. Ik heb die gezien. Ik heb het jaar een foto laten zien. Ja, het is heel purple, sick. Ja, het is heel sick. Slaat helemaal nergens op. Echt waar. Er zit ook veel meer pigment in, net als vroeger, weet je. Maar dat is die vintage. Predispert. Vintage. Volgens mij. Lijn van Intense. Maar die gaat er ook uit al, of niet? Jawel. Maar mijn vrouw en zo, die kunnen nog mee gewoon tatoeëren natuurlijk. Ja, ik ben op een gegeven moment van Intense afgestapt. Ik ben overgegaan naar Eternal. Ja, ik ook. Ik ben net weer... Ik heb een heel nieuwe set gehaald en ik weet weer niet wat ik zie, man. Dat is echt blauw. Die blauw... Van Eternal? Ja, Blue Suede slaat helemaal nergens op. Ook. Ja, ik vond... Op een gegeven moment heb ik bij Ian, was dat? Die verkocht die Classic. Ja. Oh, vond ik top, jongen. Die heb ik ook wel eens meegemaakt. Ja, dat was op een gegeven moment er ook weer uit. Godverdomme. Ja. En straks hoeven niet meer te kiezen, toch? Straks. Nee, je hebt gewoon één keuze. Ja, één keuze. Met QR-code. Ja, precies. Scannen en Duitsland, hè, als je die inkt gaat gebruiken, krijg je gewoon 6 jaar gevangenisstraf en een boete van €55.000. Ja. Dat heb ik gelezen. Ja, zo. Nou, in Duitsland. Dat wordt hem niet. Nee, ik word daar niet meer van. Maar zullen ze echt denken dat ze dat doen? Ik bedoel, kom op, man. Ik weet het niet. Hoe gaan ze dat controleren sowieso? €400 per flesje als je die hebt staan. Hier in Nederland heb ik gehoord. Ja, maar dat was volgens mij altijd al, toch? Met die inkten die niet, mag. Niet goedgekeurd waren. Klopt, nee, dat waren maar regels op, inderdaad. Al die shit. Ja, klopt. Had je al zoiets dat ze binnenkwamen? Van, joh. Bepaalde naalden ook, volgens mij. Maar die waren ook vaak. Dynamic was er ook zo eentje toen, toch? Volgens mij is er nog steeds wel wat van, dan neem ik wat er niet helemaal goed gekeurd is. Die zwart mag die je niet black, die is ook nog steeds niet voor de Nederlandse markt. Ik ben zelf niet zo fan van Dynamics. Ik vind wit ook niet zo fan. Waar werk jij mee? Ik vind Dynamics zwart. Vind ik World Famous. Ja, zwart. Mijn lievelings. Ja, maar ik doe niet anders. Ik ben een World Famous fan. Ja, ik vind het gewoon een goede greywash. Weet je wel? Ja. Dus, ja. Ik heb heel veel greywash ook geprobeerd. Dus uiteindelijk uit wat het beste is voor jouw contrast om uiteindelijk te halen ook, weet je wel. Ja. Het is ook leuk om af en toe te wisselen, vind ik hoor. Vind ik ook wel, ja vind ik ook wel. Ja. Af en toe die formula. Formula, ja. Jeetje. Ja. Vroeger nog Kurosumi. Formula 23 of zo. Dat was gewoon in dop, toch? Ja, die gebruik ik nou. En Kurosumi is ook. De lijnen was die echt lekker, jongen. Gewoon precies hoe ik wil lijnen. Met die andere kan ik ook niet goed werken. Talens kan ik ook echt goed mee werken. Het is gewoon lekker snel en vol. Ja, maar ik vond toch, als je die dynamic, als je daarmee lijnt en je krijgt hem terug, of die formula, dan bleef die dynamic toch langer. Donker. Die is toch ook van Intense, die formula? Voor mij wel. Ja, die formula wel, ja. Ja, voor mij. Die is oké, okay, hoor. Ja, die was ook... ik vind die Dynamic, ik zweer erbij. Ja. Ja, ik vind hem top. Dat is maar die Ghost Grey, toch? Of is dat die World Famous? Dat is die World Famous. Die is ook een Ghost... En waar bestel jij die World Famous? Waar ik hem kan krijgen. Maar dat zijn de meeste tattoo supplies die je wil hebben. Ja, de meeste hebben hem. Ja. De meeste hebben hem gewoon en ga toch eens een keer proberen ook dan. En Shen naalden, weet je wel. Daar ben ik ook altijd fan van, weet je wel. Ja. Heb ik altijd gebruikt. Blijf ik altijd gebruiken. Ja. Gewoon fijn. Nou, ik heb laatst van Frank, van Jim's Tattoo Studio, heb ik een naald gekregen van, hoe heet die machine? Bishop. Quadron. Ja? Quadron. Nee, het is geen Quadron. Nee, geen Quadron. Die zijn er van Bishop. Bishop naalden. Stigma. Nee, het was een andere. Je hebt hem vorige week tegen me gezegd. Ja. Ik weet het ook niet meer. Maar dus heb je niks Ja, ik werk sowieso met Curved altijd. En deze was een 23, was het een Magnum.
En ik merkte wel verschil, ja. Met... Je zegt dat echt als een Indiër. Magnum? Magnum? Dat is een grappig. Ah, door die Magnum. Ah, door Magnum. Nee, maar dat zijn toch wel verschillen. Ik heb laatst, heb ik wat naalden... Ja, die liepen heel snel vast, hè? Ja, dat waren die... Dan doe je vast die 14 round shaders bijvoorbeeld. Ja, dat heb ik ook. Die loopt niet lekker. Die loopt niet lekker. Ja, maar dat hebben me al een machine gekost. Het loopt niet. Maar het is logisch. Nee, ik had het met die vijfjes en die zeventjes. Ja. We hebben dezelfde dag op dezelfde dag die CN pennen gekocht. En allebei aan elkaar gegeven. Oké, dit show. En op dezelfde dag hebben we hem ook verneukt. Ja. Jaren later. Met dezelfde powerpack. Ja, ook te hoog gedraaid. Gewoon kritical. Kijken hoe hoog je kon. Was critical volgens mij. 14 meer hoog. Kijk, met de kooi kan je best wel gaan. Ja, we gingen gewoon draaien aan die kleuren. Toch kijken hoe ver die kan. En ja, op een gegeven moment deed niks meer. Maar ook bij tatoeëren bedoel je? Nee, niet met tatoeëren. Maar gewoon klaar. De machine. Dus we dachten even aan die kleuren. Afgelopen, die doet niks meer. Terwijl die pijn... Ja, de Shen pijn is zo... Hoe dan? Weet je wat ze in kast? Ja, zonde, ja. Was wel duur. Was wel duur. Maar ja, voor mij is nog in de garantie, hè? Ja, die van mij was uit de garantie. Dus, ja, ik vind dat wel slecht hoor, die garanties. Dat moet ik wel zeggen. Klopt. Ik bedoel, want als jij een pen hebt, hè, of een FK Iris of wat dan ook, of een Rotary. Kijk, als ik ga ervan uit, als ik er een jaar mee werk, dat is prima. Weet je wel? Ja, sowieso. Wat, ja, maar dat vind ik goed. Maar sommigen, die redden het niet eens met een jaar bij me. Dan stuur je die pen op... Ja, er zit garantie op en dat soort dingen allemaal. Ja, dan moet je zelf dat motortje betalen voor 200. Ja. Dat is altijd wat. Maar hoe dan? CN was wel gratis, gelukkig. Ja, ja, maar heb ik ook met die pen van FK Irons. Heb je hetzelfde eigenlijk. Ja. Als die batterij heb ik ook al twee keer kapot gehad, weet je wel. Ja. En dan, ja, kan je niks. En die batterij is €400 of zo. Maar dat bedoel ik. Snap je? Dus ja, dus, dat is wel vervelend. Dus die Flux bedoel je? Die Flux, ja. Maar dat is dan eigenlijk niet normaal. Ik ben weer overgestapt op coils. Dus, Gebruik je helemaal die rotary niet meer? Jawel, die FK Irons. Die pen die gebruik ik nog, maar ik heb er twee. Want ik had er eentje, die was ook al naar de kloten, dus die heb ik laten maken. Ja. Maar ja, ik moest toen toch even tatoeëren, dus ik had even een nieuwe besteld. En wat voor tubes werk je dan weer met coil? Want dan ben je weer aan het steriliseren dan? Ja. Ik vind die plastic dingen echt verrot, man. Ja, nee, maar ik hoef dat zelf niet te doen. Dus wij hebben gewoon stalen grips. Oh. Dus ja, dat is wel mooi, ja. Dat is ideaal. Ja. En als ik klaar ben, dan gooi ik ze bij ons in de sterilisatiehok. En dan is er iemand die dat... Die gaan, perfect, ja, die dingen we wel hebben. We hebben wel disposable tips. Ja, kan ik dat? Ja, ik vind het prima. Gewoon keihard... Maar we hebben ook nog die tips liggen, hè? Gewoon die diamond tips en alles. Ik vind die disposables, die werken prima, joh. Ja. Ik heb er geen last mee. En dan zo dik mogelijk. Ja, ik kan er niet mee werken, man. Nee, ja, ik heb... Maar zware machines moest ik wel dik, hoor. Dan heb je echt pijn. Ja, ik heb het liefst altijd wel vrij dikke grip. Ik heb bij die FK Irons heb ik ook die Gorilla. Ja, klopt. Die heb ik ook. Ja. Dat ligt lekker in de hand. Dus ik heb ook altijd die dikke rubbers eromheen zitten bij die coil machine. Eigenlijk is het meer... de laatste keer hier met die podcast heb ik... Rinto, die kwam met een machine aan van die Jelmer Staastra. En daar heb ik er toen een van gekocht. Ik heb hem nog niet uitgezet. Ja, nu. En die is aangekomen, hè? Sommigen die lopen gewoon, je hoeft er niks aan te doen. Ja, het is gewoon top, weet je. Hij kwam binnen en ik zet hem aan. En ik ging aan het werk. Ja, maar dat is het verratten van die coils. Het is fijn werken, dat weet ik. Ik heb er natuurlijk altijd mee gewerkt, maar... Als zo'n ding kapot ging of niet... Ik ken helemaal niet stijl aan zo'n dingen. Mijn vader kon het ook niet. Derek Campbell heeft mij fucking veel geleerd. Maar in één dag... plakbandje hier. Ja, ik zweet je. Hier één keepje maken. Allemaal, vond ik echt leuk. Ja, ik heb het ook weten. Ja, maar dat moet je wel een beetje in elkaar zetten. Ik denk dat je zelf bouwen. Ik moet het wel weten. Rotary is gewoon aanlopen, klaar. Ja, dat is gewoon graag. Als het kapot is, gaan we een nieuwe kopen. Een batterij wisselen, dat is het. Ik heb laatst een stuk of 40 van die coils op liggen, weet je. Maar ik vond het, net wat jij zei, ik vond het ook echt leuk. Weet je, dat je op een gegeven moment eentje denkt, ja, ik heb tijd niet gebruikt. Ging me even uit elkaar halen, even schoonmaken. Hier een schuurpietje overheen. Ik heb nog bonkerks. Ik heb een rondekkers. Met elkaar. Ja, dat stuk slaat er wel veel over nu, weet je wel. Coil is weinig natuurlijk. Ik ben zelf ook wel begonnen op coil, maar het is wel... Ik vergelijk het altijd een beetje met auto's, weet je. Je hebt nou die hybride auto's, als er iets mee kapot is, moet je naar de garage. Dan moet die aan de computer aangesloten worden, precies, en alles en precies. Zo. En je hebt die oude auto's en dan kun je het allemaal zelf doen. Dat is met die coils ook. Ja, als eigenlijk iets kapot is, hup. Eigenlijk maar wat dacht jij toen? In principe, als je één coil koopt, kun je de rest van je leven ermee doen. Wat dacht jij toen? Nee? Toen je eerst met die coils zat en toen kreeg je op een gegeven moment die eerste rotary in je handen. Dacht je, what the fuck is dit? Dat was ook wel, weet je wel. Het was een stuk super licht ook in één keer, weet je wel. Dus, Dat was los, hè?
Het bereikte wel wat ik wel zelf wilde doen. Want dat kon ik zelf moeilijk met coils doen. Ja. Vond ik zelf. Weet je wel, om realistisch echt te gaan met coils is wel moeilijk. Ja. Vond ik zelf. Weet je wel. Ja. Je hebt heus wel mensen die het goed kunnen, maar... Nou ja, het is... Het kwam bij de fucking ving. Ja, we zijn er dan toch. Ja, je zit bedoel, Spears, een rotary is gewoon echt voor je shit. Dat is ja. Gewoon, ja, ja, precies. Ja, hou er nog bier. Is dat een sponsor toevallig? Ja, Die komt nog. Oh, ik pak die van Sol. Sol die drinkt niet, drink niet zo vaak. Ik drink niet zo vaak. Dus ik doe... Dan moet ik straks alweer plassen. Ja, je bent al toch bezig. Dus, give me de flesje. Normaal drink ik vodka en zo, weet je. Als ik bier ga drinken, moet ik gewoon plassen. Ja, doen we de volgende keer. Doen we vodka. Hey? Ja, ook rotary zijn een stuk beter geworden, toch? Dat is ook weer. Ja, vind ik wel. Ja, ik heb in het begin rotary gehad. En tot nu, dat is dan wel heel verschil. Ik ben begonnen met een Cheyenne. Dat is, denk ik, 11 jaar geleden. Die Hawk of zo, of die Spirit. Dat zijn een beetje... Was, ja, nee, die Hawk. Nee, Thunder. Thunder was eerst, ja. Dat was een kleine slag, iets kleinere slag. Ja, dat was ook een hele dunne pen ook nog. Die heb ik ook gehad. Ja, dat was wel een fijne machine. En toen waren die naalden ook nog zo fucking duur. Die waren geloof ik iets van... 52 per stuk of zo. En die kwamen ook gewoon niet zo ver uit die tube, weet je. Ja. Kon je hem toen al stellen? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, volgens mij ook niet. Dat weet ik niet. Ja, jawel. De ene die niet kon stellen waren permanente make-up. Die waren vast. Heb je nog steeds? Is dat nog steeds? Mensen kopen wel eens die verkeerde en die kun je niet stellen. Oh. PMU's en dat volgende. Ja. Voor de PMU. Ja. Dat is anders, maar niet slag en alles. Die naald komt er fucking ver uit. Ja. Ja, weet je. Toen hebben we nog die. Tegenwoordig. Die Bishops, die vond ik ook fijn. Vond ik ook een fijne machine, maar die gingen heel snel kapot. Ik heb nog een Dragonfly gehad, volgens mij. Dat was voor mij een beetje mee begonnen. Dat was een goede machine. Stigma. Stigma heb ik ook veel van gehad. Ja, dat waren hele goede machines. Dat was toch altijd een hele gekke kwaliteit machine ook. Ja, ik kan er niet mee werken. Dan breekt hij uit elkaar. Het is te licht. Die Dragonfly, ja. Van Robin Abrego, ken je die tatoeëerder? Die had Amerika uit LA. Die heb mee Curaçao toe gewerkt. Die had ook twee ja. Ook. Maar het was een rotary met een amateur bar. Oké. Dat was ook fijn. Dat was ook een fijne machine, dat. Ik vond die Shakespeare altijd heel lekker. Checkbeeld, jij ook nog wel. Ja, die kwamen van Gideon, ja. Nee, die eerste shit, man. Nee, die checkbeeld, die heb ik bij Joost. Bij Joost heb ik die nog gehaald toen. Ja. Fucking goede machine, alleen op een gegeven moment. Maar die zagen er toch niet uit in het begin. Heel erg scruffy gewoon. Ja, maar die was bij, serie. Voor mij hebben wij toen bij Baloo, hebben we toen een zwartstrijf gekocht. Ja, de eerste. Ja. Was ook zo'n batterij die in je hand had of zo. Die schwasdruif, ja. En daar gingen we mee werken. En omdat ik altijd liep te kutten met die machines. Op een gegeven moment was de mijne. Die deed het ook niet helemaal. Ik dacht, weet je, dan ga ik dit ook maken. En ik draai geloof ik 2 inbusjes eruit. En dat ding springt open. En alles springt omhoog. Oké. Die kan ik gewoon weggooien. Baloo. Ja, bij Baloo, ja. Inderdaad. Hij had wel gewoon Mickey Sharps, hè? Ja, en daar kocht ik die naaldjes, die bugpins, om zelf te maken met een touwtje en een wasknijper in de schuur. Elke zondag. Ja, dat was leuk. Maar hoor. Jij maakt ik denk met dat een touwtje, er maakt, hoe moet ik dat zien met een touwtje? Had een bankschroef. En die bankschroef had hij een oude pack, die was al 30 jaar oud. Hè? En daar ging zeg maar die armetje bar in. En dan had je je naald in één hand, die had je eerst bij elkaar gesoldeerd, weet je. Gewoon of zo, plat. En dan had je hem dus, die naalden zaten vast. Ja. En met die paar zet je hem erop. Had je touwtje in je mond. Had je daar je flux. Oh my god. En dan kun je hem zo eromheen draaien. Ja. Strak houden. Solderen zo. Niet te ver bij het puntje, weet je. Houd je geen inkt op. Moet je allemaal aan denken. Ja. Ik vond het echt leuk. Zou je het nog kunnen denken of niet, Ben? Ja, met de goede spullen kan ik alles. Ja? Iedereen kan alles, toch? Je moet gewoon leren. Ja, nou, jij denkt ook zo, toch? Gewoon, als je de goede spullen hebt, dan ben je al een heel eind. Ja, daarom. Een goede needle jig die ik tegenwoordig zie, is een veel mooier, man. Maar het werkte wel. Het ging ook best snel, hoor. Ja. Achter elkaar. Ja, maar als je er nou over zit te lullen, dan denk je van, oh ja, weet je, dat is leuk om weer een keer te doen. Terwijl toen de tijd wist je hoe snel ik door, weg moest komen daar uit het hok. Oh, nou. Op een gegeven moment ga je helemaal de tyfus erin. Daar ik heb wel goed leren tellen. We hebben er gemaakt. Dat is wel satisfying. Ja, nou, ik ken heel goed tellen tot 5 en 7 en 9 tegenwoordig. Zo'n heel envelopje met allemaal van die naalden. Had je wel eens een dubbel lijn, heb ik ook wel eens gehad. Zo. Ja. Ja, en dan haal je ze af en dan moest je ze weer schoonmaken natuurlijk. En dan moesten ze verpakt worden. Ja, maar wat en op een gegeven moment moest er een datum op. Ja. Allemaal extra werk. Ja. Ja, een beetje werk. Maar met die dubbele lijnen, dat heb ik nou ook nog wel eens met die kaartritsjes hoor. Die moet je echt checken soms. Hoor. Moet je goed checken. Die turbolijnen heb ik altijd gezien. Want dan weet ik zeker dat het goed is. Want we hebben wel eens die kristal. Ik heb het idee ook dat als je Cheyenne-naalden hebt, dat die...
Omdat ze zijn wel wat duurder. Ze hebben volgens mij wel een goedkoper model nu aangeboden. Die witte. Ja, dat is niet mijn ding. Maar ik denk dat jij een langere behoud hebt van je machine. Als jij die Cheyenne al... Ja, sowieso. Die soft edges en zo vind ik ook... Alleen maar. Top. Maar ik gebruik wel veel recht. Ik ben echt van recht. Ja, wel? Ja, vind ik fijn. Portret gebruik ik alleen maar hoekjes en rechte dingen. Ik kan niet met die lijnen werken hoor. Maar als je zo'n lijn trekt... Of je doet hem zo. Ja, lijnen zijn niks. Is die wat dikker dan die met die Cheyenne? Heb ik echt met die lijnen. We hebben ook nog Cheyenne in. We hebben ook nog Cheyenne in. Je moet de hele tijd zo alles gaan lijnen. Ja, dat klopt. Dat heb hij ook nog. Ja, dus heb jij ook nog even gedaan. Wist je dat we dat hadden, die Cheyenne inkt? Ik wil gewoon zo kunnen doen, weet je. Dat we die hadden, die potjes. Oh, die inkt was de slechtste inkt die we ooit hebben gehad. Ja, ik wou net zeggen. Dat vond ik echt helemaal niks. Wist je nog dat we dat hadden? Kost het duur en allebei de helft betaald volgens mij. Voor een hele set gehaald. Van Cheyenne. En ik heb alles van Cheyenne, dus dit is ook goed. Ja, dan dacht ik, dat moet wel. Nee, maar bijstand, nee. Maar merkte je het gelijk toen je hem gelijk al... Heb jij hem een keer geprobeerd? Jawel, ik vond het niks, man. Of zag je het met helen? Dat hij geheeld was? Nee, gelijk. Het is gewoon water, man. Ja? Ik nam sowieso altijd mijn eigen kleuren mee. Mijn koffertje. Eigen kleuren, eigen naalden, eigen handschoenen. Over waar ik kwam. Ja. Weet je wat ik ook altijd wel lekker vond? Die moms. Die je toen zei. Moms in tattoo, met die handje. Ja. Ja, dat is ook wel sterk. Monthly Red had je. Doody Brown, Piss Yellow. Ja, ja. Die had echt wel fucking... Maar hij zegt net van Purple Nurple. Dat was ook zo'n oude naam van Intense. Ik heb een foto. Ja? Die is gewoon met een daglichtlamp. Dat is gewoon een echte kleur. Een foto van? Een tattoo. Oh. Van die paas heb ik gewoon een foto van gemaakt. Is die cover op ook? Of? Nee, er is geen cover op hoor. Dus iets ben ik mee bezig op iemand zijn buik. Maar ik had een. Dit is die paars gewoon. Ik mag checken. Dat is wel paars. Ja. Dat zie je gelijk, ja. Zo mooi. Ik word daar echt blij van, man. Ik maak daar foto's van. Alleen van het stukje ga ik sturen naar hem. En naar Schilder IJs of zo. Van, hey, deze paars, vriend. Ja, maar dat heb je toch al gelijk als dat je tatoeëert? Hè? En die paars doe je erin dan en je veegt het weg. En je denkt, oh lekker zeg, dit gaat erin. Zo mooi, ja. En dit gaat erin, hè? Dus dat was... Ja, voor Black & Grey ook, ja. Dus ja, toch? Ja, ik vind het ook altijd kut als je zo, je veegt het weg en je denkt, oh, dit gaat er niet in. Het is bruin. Dit gaat even duren. Ja, dit is even duren. Dat is een kutwerkje. Dit gaat even strijden, man. Maar dat is ook wel alles, die huiden, man. Huid is veel verschillende, huidtypes veel verschillende. Ah, tuurlijk. Daar heb je echt een fucking gruwelijk tattoo, heb je echt zin in, weet je. Ja. Ja, deze wordt gewoon gruwelijk en dan zit je één lijn dingetje. En Tom, mag ik even een andere... Ik heb eigenlijk al geen zin meer, of wel? Dan wil je eigenlijk niet eens meer verder tatoeëren. Ja, ik probeer dan wel oplossing te zoeken, weet je. Als het niet gaat zoals ik wil, dan krijg ik een beetje storing. Dat is moeilijk. Ja? En dan probeer ik wel gewoon een oplossing, dan ga ik zelfs nog... Dan maak ik er vaak een foto van, dan ga ik even roken. Ja. En dan... Maar wat doe je als het bijvoorbeeld als de huid heel erg bloed... Begint te bloeden gelijk op. Je hebt een dagsessie. Ik heb er niet veel. Dus ja, niet echt dat iemand echt heel extreem bloedt, weet je wel. Dus, maar dan... Drink appelsap. Jij waarschijnlijk wel met je werk. Ja, maar ik heb dat wel eens zeker weer. Ja. Dat soort dingen. En je moet er wel, ja, met kleur heb je dat misschien wat... Ja, zie je dat ook sneller. En, of mensen die gewoon, als je ze aanraakt, dat je een lijn erin zet, dat die gewoon... Die stoten zich al, die hebben een blauwe plek, toch? En als je een lijn zet, dan zie je hem helemaal... Uitlopen. Ik heb dat nooit gehad, maar wel een paar keer gezien bij mensen. Ja, man. En het gekke was, het was bij vader en dochter. Oh, echt allebei? Een sfeertje, dus toen dacht ik echt, misschien is het iets genetisch of zo. Je hebt wel eens een blow-out bij je lijn, maar je hebt ook wel eens een tattoo gezet en dat eromheen. Gewoon ik heb laatst nog eens heel ziek gezien, toen kwam er ook een klant en die had gewoon, ik denk alleen hier een letter gezet en gewoon echt... Zeg maar aan de andere kant. Tot hier was gewoon helemaal blauw. Ja. Oh. En helemaal blauw. Kan je het koffer aan? Blauwe plek. Dat is gewoon eng, ik dacht echt dat. Nee, maar ze zei ook van, ja, mensen denken dat ik aan de drugs zit of dat ik, ja, maar het is ook erg, want ze had echt aan twee kanten, maar gewoon echt helemaal blauw. En dan moet je haar ook gaan tatoeëren. Ja, ik probeer er wel. Ik wil er wel helpen, want ik vind het ook zielig, weet je wel? Dus dat denk ik ook van, ja, zielig dat zo iemand daarmee moet lopen. Ja. En er kan heus al wat overheen. Dat denk ik altijd dan. Ja, dat wel. Maar vol zit. Ja, maar ja. Ze willen dan vaak hele dingen, hè? Bloemetjes of dat soort dingen. Maar ja, dat is een hele blauwe vlek. Dus, dus het wordt vaak dan, wordt groters. Hey heren, superleuk dat jullie vanavond hier waren. We zijn door de tijd heen. Ja. Yeah.
En door de borrelplank heen bijna. Door de borrelplank. Nou, deze gaat nog wel op zometeen, hoor, denk ik. Twee achter de camera, het geluid die altijd honger hebben. Dus, Mag ik jullie... Shit, ja man. Dat is voor jullie. Mogen wij jullie heel erg bedanken, Ben Sanders. Sal, masterbook dan Super leuk. Ja. Waarderen we erg. Ja, tof. Was heel tof om hier te zijn. Heel tof. Ja, leuk dat jullie wel komen, jongens. Ja, sowieso. Vergeet jullie niet te abonneren op Inksmijters, de podcast op YouTube natuurlijk. En, binnenkort Eus en de Bonkerk hoorde ik. Bonkerk komt binnenkort. Vind en ik echt gruwelijk. Ja, echt zeker. Tof. Ja, ik ga kijken. Alle gasten die we hebben gehad waren gruwelijk. Tof programma. Zeker. Dank jullie wel, man. Jullie ook. Yo. Yeah. Hey.